Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Mensen, het is vandaag zondag 12 juni. Zondag 12 juli 2022. Een hele mooie, prachtige, zonnige dag in Rotterdam, mensen. Alleen ja, het is een flink endlopen, want ja, parkeren is niet moeilijk, zeg ik eerlijk. Alleen ja, je moet vertegenwoordigd betalen, want de man komt verruimde parkeertijden. En ja, dus ja, als dan in jouw mensen, maar ja goed, dan moet je maar eerder je bed uitkomen en dan verder gaan doen. Maar ja, mensen, aan moeilijk vallen. Maar goed, ik ben er. Mijn naam is Sing. Mensen, ik ga u bezighouden en een beetje bijpraten. Tot een uur of vijf. En dan kap ik ermee hoor. Dan ga ik een beetje genieten van mijn zondag. Ja. Het is een hele bewogen week geweest. En ja, mensen, waarover gaan we het hebben? Ik zie die balletjes al een beetje groen knipperen. U weet wie ik ben toch, mensen? Ik zit te laveren tussen mijn WhatsApp-berichten en mijn programma die ik ga willen verzorgen. Het ene wat ik u wil duidelijk maken. Maar, nogmaals, ik treed in conclave met mijn appers. En ja, aan de hand van wat zij belangrijk vinden, daar ga ik het een en ander ook over zeggen. If you take it in, schrijf je van de karing one app gimme, dan ga ik ook mijn tijd nemen om deze app voor te lezen en een reactie daarop te geven. Ik ben geen programmamaker, takkie lezen, takkie etan, tering naga desan, dat doe ik niet. Ik zeg je eerlijk, als je een app voor me stuurt, dan krijg je gewoon een reactie van mij, isabi. Mensen, even dat ding opruimen, laat me een beetje naar die apps gaan, dan ben ik weer zo terug om te kijken of er nou dingen hier is. Even kijken wat we hier hebben hoor, mensen. In deze reportage geeft de zoon van Sakutoki toe dat het een liquidatie van vorig jaar in Disco in opdracht van Melvin Linscher en dat de politie net op de hoogte was. Die jonge Vincent Meijland is gewoon geliquideerd in opdracht van Linscher. Mooi zo. Oké, maar goed. Meester Sing, goedemiddag. Steven Doornkamp, Suriname. Ik ben afgestemd op Stoomvaste Radio. Wat is uw mening omtrent die idioot van de VP die niet tot de journalisten wil praten? Of weet hij geen onderscheid te maken dat het om de bevolking gaat als het om beleid aangelegenheden gaat? Ja, hij moet eens luisteren als een VP weigert om met journalisten te praten. Kijk nou mensen, in een democratie zeggen we van, ja, er zijn drie machten, hè, zeggen we altijd. Maar er is ook nog een vierde macht. Want hoe moet de Surinaamse bevolking op de hoogte gesteld worden van zaken die er spelen? Dus als je VP bent, dan ben je een publiekrechtelijke persoon. En met nadruk op publiek, dan heb je een bepaalde verantwoording naar het publiek toe. En ja, kijk nou, deze figuren moeten leren dat zij bij tijd en wijle gewoon met journalisten moeten praten. En die journalisten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bericht doorspelen naar de bevolking, zodat de bevolking op de hoogte is van wat er ruilt en zeilt. Als er vragen zijn hieromtrent in de maatschappij, als een maatschappij met vragen loopt, dan kan jij onmogelijk zeggen van ja, maar ja, ik praat niet met journalisten. Ja, dan moet je een ander beroep gaan kiezen, dan moet je aardappels gaan planten, koeien melken, dan moet je geen VP zijn. Je bent een publiek figuur. En dat laat zien dat je krijgt een vraag en dan moet jij daar antwoord op kunnen geven.
Als jij verstek laat gaan, dat wil zeggen, je bent niet geknipt. En dat geldt voor iedereen hoor. Elke minister, die moet aan top zijn van de ministerie. Ze moeten dossierkennis hebben, ze moeten over alles kunnen praten. Ik hoor vaak dat ze vragen om ontheffing, hè? Van ja, ik ga het uitzoeken. En dat kan. Maar dan moet je wel mans genoeg zijn om te zeggen van, hé, luister, oké, ik heb destijds gevraagd voor een beetje respect. En ik ben zover, dus ja, laat me het doen. En laat me ervoor zorgen dat, ja, hoe heet het, dat informatie dat aan mij gevraagd is, dat ik dat deel met de samenleving. Zo ga je in een democratie met elkaar om, maar als je het niet doet, ja, dan heb je een probleem voor jezelf gecreëerd, hoor. Weet je, dus ja, ik vind dat niet kunnen dat een vicepresident zegt dat hij niet met journalisten wil praten, ja. Dan wordt het tijd om aardappels te gaan rooien en een andere functie te zoeken. Dan ben je geen verantwoording verschuldigd aan niemand. Goedemiddag, heer Sting. Fijne uitzending toegewenst. Bouters heeft de regering de oorlog verklaard. Look who's talking. Wat bezielt deze oude man. Moet hij niet in de cel? Waarom durft men het niet? Suriname toch. Groetjes, Herman. Ja, weet u mensen, dit ding noem ik een misbruikssituatie. Hè? Want kijk, Bouters is niet naar Brokkoponde gegaan. Niet naar Marowijne. Ja? En ook nergens anders. Maar hij is naar Nikeri gegaan. En wat is dat misbruikssituatie? Kijk, laten we eerlijk zijn en laten we goed kijken naar de, hoe heet het, de signalen die je krijgt. Er is een flinke ruzie ontstaan in Nikeri. Met name onder de rijstboeren, want ja, de koning van de Urium is een beetje langs de weg gezet. Ja, de man Potelik groot vuil. Er is een openbare inschrijving geweest. Een bedrijf die, je weet hoe het gaat met openbare inschrijving toch mensen. Bedrijven die zo'n beetje de beste prijs aanbieden. Die aan de voorwaarden voldoen en een beetje geloofwaardig zijn. Snap je mensen? Want die kan zakken prijs, Gargrong, maar ja, je kan niet leveren, dan je moet daar rekening mee houden, weet u. Maar, Urium, ja, dus het is gegaan naar een ander bedrijf dan aan de personen die regelmatig ervan uitgingen dat zij altijd leverancier, groot leverancier zouden zijn van Urium. Dat heeft kwaad bloed gezet in Nikeri, en ja, bedreigingen mensen. Moet je nagaan wat er in Nikeri gebeurt. Want we focussen op de Marowijne, Brokkoponde, dat er allerlei criminele activiteiten daar worden ontplooid. Maar je noemt Tapi Aigi Nikeri. Want al deze Hindoestaanse mannen die daar wonen, ik heb altijd in mijn programma gezegd, als je vooruitgang wil hebben in Nikeri, dan wanneer no wanneer zal je mensen moeten verbannen. Goed opletten wat ik zeg. Je moet ze verbannen uit Nikeri. Dan gaat de rust terugkomen. Wij weten tot hier. In Rotterdam. Ja? De wakai-pompen, hoe het gesaboteerd wordt. Een van de belangrijkste producten om rijst te kunnen telen. Rijst te kunnen verbouwen. Is urium. Urium mensen. Zonder dat alles no gro. Ja? En een van de tweede elementen. Dat noodzakelijk is voor rijst. Is water. En ja, een van de levensaders van rijstbouw is gelegen in het feit van de wakai-pompen. Wakai-pompen, mensen. En wat zie je gebeuren? De mens saboteert altijd. Hij brokken, dat is normaal mikking, daar is er geen benzine. Maar het is allemaal larikoek. Het is gewoon pure sabotage. Wat zie je nu gebeuren ook? Er is sabotage, met name tegen degene. Althans, dat zijn de berichten dat je krijgt van een ministerie. Ja? Maar er is sabotage. En ja, urium wordt zo'n beetje gesaboteerd. En ja, die boeren krijgen het niet op tijd. En ja, de regering die gaat er tegenaan. Die zegt van nee, ophou met dit gedonder. Ja? Dus, wat krijg je nu? Mensen zijn vreselijk boos. En wat zie je gebeuren? Dezezelfde rijstboeren, die gaan, ik heb gezegd, een misbruikrelatie. Nu zeggen ze, hey, Bouta Konja,
Die is naar tapus kreeg, die de huidige regering, om te laten zien, oké, we steun Bouta, we doen die. Ja, laat ze vooral doen en laat ze vooral gaan, mensen, met dit ding. Laat ze dat doen en laat ze vooral gaan en ga ervoor. Het is net een bokswedstrijd. Toen man die naar een ring, en we gaan trouwens een flauw. Toch hij op het naputaki, ik ga nog een ronde. Hé, dan geen flauw bakken. Weet je, is hetzelfde met de NDP. Kijk nou, if you nou een volwassen persoon in Suriname en die vindt niet dat je na 10 jaar regeren met de NDP en je wil nog meer hebben van dat goede van hun, prima, ga ervoor. Jij woont daar. Het is aan jou gelegen. Wij kunnen jou niet verbieden. Isabi, jij bepaalt jouw toekomst. En als je vindt dat jouw toekomstperspectieven beter eruit zien bij de NDP, ik zeg man, ga daarvoor stemmen. Maar ik kan je eerlijk zeggen, deze baba's in Nikeri, die maken misbruik. Bouterse gaat dan laten zien aan de bevolking. Hé, kijk nou, al deze mannen staan achter me, want ze houden een massameeting. Ja, maar het is een misbruikrelatie, want ja, die heren in Nikeri, die sturen een signaal naar Paramaribo van, moet je luisteren, kijk nou, we gaan deze mannen zogenaamd ondersteunen. Weet je mensen? Daarom zeg ik je, misbruiken. Ieder heeft zijn eigen belangen om zoiets te doen in Nikeri. Ja, je moet er proberen doorheen te prikken. Dus als je me vraagt van, ja, wat bezielt deze oude man? Ja, die man vecht voor zijn leven. Want kijk nou mensen, er is recentelijk een paar dagen geleden een uitspraak geweest van de Inter-American Court of Human Rights van de OAS met betrekking tot de decembermoordenzaak, waarbij ze zeggen dat de Surinaamse regering toch een beetje vaart moet maken met dit proces. En ik snap dat ding niet. Inderdaad, meneer Herman, u hebt gelijk. Kijk nou, wat ik weet met betrekking tot rechten is Taki Luko. Je moet het zo zien. Als je kijkt naar dat ding hier zo, jongen. In Suriname, minister van de Mekare. Maar procesrecht, hè? Noemen we dat hier. Procesrecht, dat wil zeggen de rechtsregels die verbonden zijn aan het voeren van een proces bij de rechtbank, het hof in Suriname. Dat zijn de twee hoogste instanties. U moet niet vergeten, kijk nou, ik heb iets gezegd daarnet. Het Inter-Amerikaans Court for Human Rights, hè? Bij de OAS, ja? De hoogste rechter in Suriname is niet meneer Rasool Bax, hoor. Hof van Justitie, nee. De hoogste rechter van Suriname is de rechter van de OAS, de Inter-American Court of Human Rights. Want na Suriname alle rechtsmiddelen te hebben opgemaakt, moet jij niet denken dat een Surinamer niet buiten Suriname zijn recht om kan gaan zoeken. Laat dat duidelijk zijn, mensen. Kijk nou, onthoud dit ding goed. Onthoud dit ding goed. De hoogste rechter van Suriname is niet het Hof van Justitie. Op nationaal niveau wel, maar niet op internationaal niveau. En laat het duidelijk gezegd zijn aan alle Surinaamse burgers. Kijk, als je het niet eens bent met de uitspraak van de hoogste nationale rechter van Suriname, kan jij buiten Suriname omgaan. En dan ga je naar de Human Rights Court van de OAS, weet u. Dus mensen, als je geen vertrouwen hebt in het Surinaams rechtspraak, jij woont daar, jij kent dat en jij voelt dat aan, dus jij kan dat beter bepalen. Wij geven gewoon algemene informatie met betrekking tot rechtsmiddelen die jou ter beschikking staan. Isabi. Dus, in om denk je dat aan einde, no? Ik kan go zoeken, je let die ete, door zeef zijn naam, vooral die kan bewijzen dat, ja, maar ja, min ook iets maar eerlijk proces, jongen, die man moeilijk min aan de zandati. En ja, die mensen van dingen, hoe heet het, de decembermoorden, de nabestaanden, die gaan vaak naar het OAS om Suriname onder druk te zetten. Maar ik zeg je eerlijk hoor, kijk, rechters hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. En jongen, ja, want je toch, kabanga launo, Isabi.
Ik vind dat procesrecht is verbonden aan tijdslimieten. Als jij niet binnen zoveel dagen bijvoorbeeld een verzetzaak indient, ja, dan gaat het verloren, dan ben je klaar. Ja. Maar dat geldt ook voor de rechtbank. Je moet bijvoorbeeld in hoger beroep gaan binnen 3 maanden. En ja, de rechter moet dan niet 3 jaar gaan wachten. Ja, maar het is een moeilijke zaak. Nee, als het een moeilijke zaak is, man, get out. Get out. Bedankt en ga weg. Laat de ander het komen doen. Weet u, je moet je niet gaan verschuilen achter al dit soort kronkelredeneringen. Om te komen is een moeilijke zaak. Nee, is niet waar. De zaak is uit ten treuren behandeld. Alleen 2 instanties, hè. Bij een rechtbank, bij de krijgsraad. En daarna nog eens een keertje in verzet, in beroep, ja. Je kan daar reden twisten of er een verstrekt vonnis moest zijn. Maar ja, dat laten we in het midden. En daarna nu jij. Alle bewijzen, alle middelen zijn er. Je gaat die man berechten. Het is niet aan de rechter om vonnissen te executeren. Dat is niet jouw taak. Jouw taak is berechting. Ja, dat is jouw taak. De uitvoering van een vonnis ligt in handen van het Openbaar Ministerie. En aan top van het Openbaar Ministerie, de PGI. Ja, ik zou zeggen, man, laat zien dat je een echte rechter bent en hou je aan de afgesproken, de wettelijke termijnen voor het indienen van beroepen, ja, en de wettelijke termijnen die verbonden zijn, die de wetgever van Suriname heeft vastgesteld bij procesvoering. En als je dat laat liggen, ja man, dan moet je niet klagen wanneer de Surinaamse burger het vertrouwen in je begint te verliezen. Dus meneer Herman, het is een kwestie van de rechtspraak die hier zo... Kijk, hier zo, iets op zal je mij doen. En mij horen we een proforma zitting. Proforma, want dat hier, ik hou me aan de tijdslimieten, want dat is wettelijk bepaald. Dat zou we doen, we karikong. Dat we horen een proforma zitten. Gewoon proforma wil zeggen voor de vorm. We horen een zitting, maar, ja, moet je luisteren. Ik heb me aan de wettelijke termijnen gehouden als rechter. En dan verdaag ik die zaak, dan ga ik, de tijd nemen om dat zaak verder te behandelen en te onderzoeken en al dat soort dingen. Maar je hebt je bent alvast begonnen en Lucono, Isab zo Bouter zou doen. Hij gaat een beroep doen op het behandelen van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Want dat is ook een eis die de wetgeving stelt. Elke verdachte heeft recht op een rechtszitting, ja, dat zijn zaak behandeld wordt binnen een redelijke termijn. En als je verstek laat gaan, deze mannen gaan dat tegen jou gebruiken. Ja, je gaat niet vrij uitgaan natuurlijk, maar je moet gaan compenseren. En dan moet je afvragen, dat jongens, heb zang aan de man die jongen. Weet je, doe je het bewust? Of ja, weet jij eigenlijk niet hoe de rechtspleging in Suriname in elkaar zit? Wat is dit? Weet u, ik moet u wel een nieuwtje vertellen, want ja, kijk, met betrekking tot CARICOM. De CARICOM, die is voor CARICOM-landen ook, hebben ze een eigen rechtbank. Dat wil zeggen, CARICOM-burgers, net als Surinamers. Kijk nou, wij Caruserf Surinamers, maar is net als hier in Europa. Wij Caruserf Hollander, Nederland, wou een Nederlands paspoort. Ja, je hebt geen Nederlands paspoort. En op den duur is Nederland maar gewoon een provincie van heel Europa, van al die 27 landen. Je bent een Europees burger. Want Waman, Nederland, België, Duitsland, allemaal op één paspoort, één kleur. CARICOM doet datzelfde ook. Je krijgt geen Surinaamse burgers, Guyanese burgers of ja, noem maar op. Je krijgt 1 paspoort voor de hele CARICOM community en je bent een CARICOM burger.
en CARICOM-burgers kregen een extra faciliteit van een rechtbank die is ingesteld in CARICOM-verband. Dat want Taki, de hoogste rechter van Suriname, gaat niet meneer Rasoelbak zijn van het Hof van Justitie, maar een CARICOM-rechter. En dat is mooi, mensen. Dat is een rechtsmiddel extra voor Surinamers die zeggen van jongen, normaal, ik vind me niet eerlijk behandeld. Dan ga ik naar de CARICOM-rechter. Isabi, International Court of Justice, CARICOM Court of Justice. No. Mensen, hou me te goede. Ik weet dat het er is. En ja, Suriname moet zijn burgers beschermen. Surinamers moet toetreden daartoe. En het is een waarborg dat je mensenrechten in Suriname waardeert en het aan de Surinaamse burger wil geven. Regeringen die sterk in hun schoenen staan en die alles naar eer en geweten doen, die twijfelen daar niet aan. Is net als wij. Mensenrechten toch mensen, EVRM, Europese rechten en vrijheden voor de mens. Ja, de hoogste rechter, EHRM, Europese Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Want ja, ja, maar trouwens, Isabel, maar ja, dat is voor die lidstaten onderling, wanneer er mot is tussen hen. Maar je wil dat aan je bevolking geven, ja. De hoogste rechter van Nederland is niet de Hoge Raad, nee, is de Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Weet u mensen, zo ga je dat ook in CARICOM krijgen. En het is een aanvulling en een waarborg voor de Surinaamse bevolking, dat je daar naartoe kan gaan. Maar nogmaals, Suriname moet het ratificeren en erkennen dat, het zo, dat zij daar gaan toetreden tot deze court voor CARICOM-burgers en mensen. Dus een hele goede vraag gesteld door meneer Herman. Even kijken hoor. Even kijken, Matarjoen. Ja. Oké. De heer Sien, goedemiddag. Hoe gaat het met u? Het gaat niet goed met mij. Ik ga weer naar u luisteren. Groetjes van je fan, Carmelita. Ah, Carmelita. Ja. Oké, mensen. Ik heb dit gehad. Even kijken. Goed zo. Carmelita, die... Ja, het was een ding. Blauw meer. Carmelita vraagt hier zo in een oude app die ik nog niet had gehad van haar. Hè? Isabi, soms daar Asani valuit. Hier zien een vraagje. Wie is de eigenaar van Blauwmeer eigenlijk? De eigenaar vroeger van Blauwmeer was meneer Kensenhuis. Isabi, mijn man zijn loop over toch. Voor de karring. NPS go naar NDP. En als toetje heeft meneer Kensenhuis dit soort dingen kunnen doen. En mensen, zet je schrap hoor, want er gaan nog veel meer dingen komen in Suriname van een misstanden en zo. Je gaat er gebombardeerd mee worden, want ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld dat ding van Suralco, dadelijk, later ga je daarachter komen van wat de NDP daar voor rotzooi heeft uitgehaald met betrekking tot de teruggave van de concessies van... Alcoa, die ze destijds hadden gehad om bauxiet te mijnen, weet u. Je gaat zien in wiens handen die dingen zijn gegaan. Want kijk, Alcoa heeft een contract gehad met Suriname, ja. En Alcoa heeft gezegd, moet je luisteren, destijds heb jij mij die dingen gegeven, ik geef jou die dingen weer terug in eigendom, ja. Het komt in de, de boezem van de staat. Maar wat krijg je nu? Oké, het komt in de boezem van de staat. Maar je ziet dat al die dingen, die gronden, die plantages zelf, grote plantages zijn mensen, zijn uitgegeven in concessie. Zijn uitgegeven in concessie, mensen. Ja, heel moeilijk. Maar ja... Blauwmeer destijds is die meneer Kensenhuis heeft een flinke scheur in zijn broek gehad. Want nou, je ziet toch mensen, al is de leugen zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Aman Serwan Grong, Kroekan en Zani. En oké, ik ga straks erop terugkomen, ja.
Dan ga ik u het een en ander vertellen over dingen. Hoe heet het? Blauwmeer nog een stukje. Want het speelt weer. Isabi. Even kijken hoor. Hartstikke bedankt voor uw uitleg. U bent een Jaja Surinamer. Groetjes Herman. Leerzame uitzending verder. Oh ja, dat is te veel error, meneer Herman. We proberen. Maar als je niet weet, moet je je mond houden. Isabi, zo ben ik ingesteld. Maar nogmaals mensen, kijk nou. Laat je niet bedonderen met die mensen van Nigeria. Want ja, die mensen zijn vreselijk moeilijk. Isabi, het zijn... Ik zeg je eerlijk... Als ik het voor het zeggen heb, en goed dat ik het niet voor het zeggen had, heb in Suriname hoor, want ik zou ze echt verbannen, een paar mensen, weet je, die daar zo niet thuis horen, omdat deze mensen te veel ellende veroorzaken in Nigeria. En ja, ik wens Santoki veel succes. Veel succes en sterkte. Want ja, mensen, mooi, moeilijk. Ja, die ja, daarom komen we geen stap vooruit. Individuele mensen willen vooruit gaan. Dat is dat hele issue, Isabi. Maar mensen, luister nou. Ik ga geen Natak spelen. Ik ga geen Loedroek spelen. Geen Wayang. Wat bedoel ik daarmee? Isabi, Natak, toneel. Hoe heet dat? Loedroek is ook toneel, maar Javans. En Wayang, ook... Dat poppenspel, Isabi. Wat bedoel ik daarmee? Kijk nou. Ik heb me laten vertellen dat die meneer Lal Mohammed... Ik had een programma gemaakt over dat ding van de principes van de moslims. Naar de Sandati, en ik had u verteld hoe zij hun eigen Islamitic Development Bank hadden opgelicht. Bedonderd en belazerd. Hè. En ja, hij heeft een statement gemaakt en dat soort dingen. Maar ik zeg je, ik speel geen Natak, Loedroek en Wayang... Isabi, dit ding is niet aan mij besteed hoor. Ik heb het gehad over de governor van de Islamitic Development Bank. Ja, meneer Anwar Lal Mohammed. Weet u? Ja, hij heeft wat te vertellen aan de gemeenschap. Niet aan mij hoor, je bent niks aan mij verschuldigd. Kijk, dat meneer Lal Mohammed in de bres wil springen. Voor die meneer, omdat er een familierechtelijk relatie in verband is. Dat is aan hun, daar bemoei ik me niet mee. Isabi, ik ga ervan uit dat deze meneer Lal Mohammed een academicus is. En academici gaan niet zo met elkaar om, Isabi. En if Masma zit in schrift, zijn namen zit in schrift, ik kon zien. Oh ja, bitch fight, jongen, bitch fight tussen meneer Singh en meneer Lal Mohammed. Dan zeg ik je van, nou, je kan dat vergeten, dat gaat hem niet worden, Isabi. Want ja, academici gaan niet zo met elkaar om, weet u. Ik begrijp dat natuurlijke reactie van die meneer Lal Mohammed. Het is zijn vader, ja. Maar moet je luisteren, die andere governor van Trik, die heeft ook een relatie. Staat ook een familierelatie met mevrouw Lilian Verrier. Ja, wij zijn een informatief programma, we noemen dat. Weet u, en dat soort dingen. Maar bij mij gaat het erom van, moet je luisteren, kijk, de grootste vraag die er in Suriname behandeld en... beantwoord moet worden. Niet naar mij. Wie ben ik? Ik woon hier. Isabi. Maar naar de Surinaamse gemeenschap van... Ja, moet je luisteren. Mijn vragen staan nog recht overeind. Weet u. Is meneer Anwar Lal Mohammed... inderdaad governor geweest van de Islamitic Development Bank? Is er een contract tussen AZP, Academisch Ziekenhuis in Suriname... met de Islamitic Development Bank? Is dit contract ontbonden op grond van corruptie... Ja, van Surinaamse zijde. En ja, dan een oproep tot een maatschappelijke discussie is van, moet je luisteren, kijk nou, hoe zit het eigenlijk? Ja, één governor die malversatie pleegt, die wordt berecht en bestraft. En een andere governor die dat ook doet, ja, die loopt vrij. Het is in Suriname, het is een Surinaamse aangelegenheid. Vandaag is zondag, we praten over Surinaamse dingen. En ja, ik benoem het. Ik beschuldig niemand. En ik ga niemand in een kwaad daglicht zetten. Maar one day, one dag, ga jij verantwoording moeten afleggen. Snap je toch, mensen? Isabi, voor mij is dat zo simpel. Kijk, academici hebben... We hebben verschillende visies en standpunten. We delen dat met elkaar. We gaan in discussie met elkaar. We gaan fel in discussie met elkaar, hart to hart. Maar wat heeft dat? Isabi, dat we gaan doen.
Meestal dan vastgehouden hier bij onze Turkse vriend zitten. En ja, dan drinken we een kopje thee. We smogen wat aan nee, van de karing. Een waterpijp, dan gaan we naar huis. Zo ga je met elkaar om. Maar je moet je niet aangevallen voelen. En ja, je moet je niet... zo gaan academici niet met elkaar om, man. Dit zijn vragen die we stellen en zaken die we aankaarten. Is net als wat ik zeg van kijk in Nikeri. Ja, moet je luisteren. Ik heb er een visie over. Van ja, ik zou mensen verbannen vanuit Nikeri. Ja, dan ga ik je uitleggen hoe. En als die mensen zich aangesproken voelen. Ja, moet je luisteren. Jij woont daar. Ga dat maar doen. En leg dat maar uit. Snap je? Wij mogen hier best wel een mening hebben over zaken. Ja. Kijk nou. Waarom ik zeg van, ja, je bent mij geen verantwoordingsschuldig. Ik heb geen BASO-kaart in Suriname. Ik heb het niet. Ik betaal hier mijn zorgpremie. En ik aan mijn zorgverzekeraar. En ik ga naar de dokter. Ik zeg, hey dok, kom maar op met je zorg. Ik heb betaald. Ik ben hier woonachtig. Ja. Ik heb geen BASO-kaart in Suriname. Ja. Ik heb niet het voornemen om naar Suriname te gaan. Met al die ellende die er in Suriname speelt, zeg ik je eerlijk, ik heb dat voornemen niet. Want als ik voornemens was om naar Suriname te gaan, het allereerste wat ik zou doen, is een verzekering afsluiten. Wat voor verzekering? Ja, Tim Gassenang, Mikiswan Mankeri. Dan moet ik wel vrijelijk toegang hebben tot gezondheidszorg in Suriname. En ja, omdat ik niet de zekerheid heb, mijn gemoedsrust wordt daardoor verstoord, zeg ik heb geen voornemens en ik ga niet. Isabel, maar dit is ander koek. Dit is ander koek met betrekking tot de persoon die daar woonachtig is. Let op, hè, mensen. Niemand is mijn verantwoording verschuldigd. Maar ik zeg je, kijk, deze mensen hebben een inbelprogramma. If one man graba konkrutte, dan man nake wan jengjeng, dan man kree no to gentak, jong minuman kiswan baso kart, minuman do disi dati, en zo. Dan mi fintaki, jino ma adreja, jino ma takang abrat kanti fui mofo. You can do this and disi. Te you albi, te ya wan yeye, ya wan kra, te you yeye kring, te you kra kring. Dat ik kan taksen aan de bradkant voor je mofo. Maar het moment dat je dit niet kan doen, omdat jij onderdeel bent, onderwerp bent, ja, je hebt een wezenlijk bijdrage geleverd in de verloedering, ja, van de gezondheidszorg. De verloedering en de belabberde situatie waarin de gezondheidszorg zich verkeert, nu momenteel, ja. Dan zeg ik, ja, kijk nou, brother, ik me kunu. Want jere no, tide na deel, ko fasma epina, die gezondheidszorg. En ja, ik ken die rommel, ja. Pardon. Ik ken die rommel mensen de motor. Ja, maar ja, VHP, je kon toch je bos zitten. Ja, de helmet VHP hoor mensen, dat je bos zitten of niet. Weet je, is niet onze pakje aan, wij wonen hier. Mi zorgpremie sami pai, die mi zorgverzekeraar en het ziekenhuis waar ik ga. En eis om goede zorg, kwalitatieve goede zorg, daar maak ik me druk om. Wij bespreken zaken in Suriname, Isabel, maar ik zeg je. Het is niet aan ons besteed. Mensen in Suriname moeten verantwoordelijkheid nemen. Ik ga die mensen uitleggen. Zij de niks, baas ook. Ja, we hebben een belabberde situatie in de gezondheidszorg. Ja, gezondheidszorg is helemaal verloederd. Maar ja, if je het aan Thierry en je bent een wezenlijk onderdeel van het probleem destijds geweest. Wie ben ik, mensen? Isabel. Maar nogmaals, even naar... Want ik zeg u, ik kreeg die apps, hè. Even kijken, hoor. Oké, ja.
Goedemiddag, meester Singh. Volgens Parmisser hebben Ghaibar Singh en Ramdin vorig jaar een lening aangegaan van 2 miljard Amerikaanse dollar met een staatsgarantie van 4 miljard dollar. De financiering was bestemd voor Surfen NV. Volgens Parmisser komt Surfen niet bij de Kamer van Koophandel voor en bestaat dus niet. Ook volgens de minister is dit dan een privélening van Ghaibar Singh. Ik snap er niets meer van. Dan is het toch een tijdbom. Oké, we gaan er straks op in. Ja, nou span meester even kijken. Goedemiddag meester, ik geef u een applaus. U bent niet opruimd. Nee. Opruimd is niet aan mij besteed door mensen. Isabi Minego doet dus aan dat hij daarom... Ik zeg tegen meneer Lalmohamed, kijk nou, we zijn academici. Wij dienen als voorbeeld voor de kleine man te zijn. Isabi, mi, tesi mi waka, mi weer mi das, mi jas, mi sani. Mi kan op om mi ede. Waka lek wan jaja kan kan kuliman er, Isabi. En no mama no kan surfing aan hem tapo. Mi no le no mama money, mi no food no mama money nati. Ik moet wel toegeven, vorige week, toen ik klaar was met het programma, ging het vreselijk regelen. En ja, ik wilde weg. Maar Isabi toch mensen, mama oorvoedo, dus ja, mine wan natina alleen dat ik miki siki. Dus ik zag een paraplu, wij staan vast hier. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het gejat hoor, ik heb die paraplu gestolen. En ik ben vergeten om die directeur een appje te sturen van... Hey, Jereno, if je zoek een prasoro, een spang, een sandami. Maar ik heb zo'n paraplu gestolen. En vandaag heb ik het netjes weer teruggezet. Maar ja, mensen, kijk nou. If you want taki, dan moet je smetteloos zijn. Isabe, je moet niet een moeilijk blasoen hebben naar de sandati, Isabe. En luister mensen, kijk nou. Weet je wat ik het meest erg vind aan dit soort zaken? Deze mensen doen hun wan en misdaden in Suriname. En dan de man met Chimoni. En dan weet je wat er gebeurt? Dan komen ze hier nu naar Nederland. Dan willen ze hier komen vestigen. En hun gelden oppeuzelen, genieten van het leven naar de sandati, Isabe. Ik vind dat een hele kwalijke zaak, hoor. Ik vind dat een hele kwalijke zaak. Weet je, want dat hoort niet, Isabi. Criminelen, Isabi. We kennen dat, die man toch, Raj Udit. Maar voor hem money naar de zand, die drugs transport, hè. Je weet toch die man van die duikboot, ja. Je weet die man van vliegveld in Saramaka, waarbij er iets van 500 kilo... drugs was gevonden. Sadu. De man uit Seneca, Nederland. Ongestoord kon hij de luchthaven Sanderij voorbij gaan. En hij zat in Nederland. Rechtshulp verzoeken? Ja, mocht er niet baten. Oh, het kwam niet van Suriname. Snap je toch, mensen? Echt, mensen die criminele activiteiten ontplooien daar. Dan komen ze hier naar de Meisdong. En geniet voor de Libië naar de Mai. En Jan Dringi. Ik vind dat niet kunnen, hoor, mensen. Ik vind dat niet kunnen, weet u. Ik heb daarnet een app, ik heb gezegd, ik zou erop terugkomen, weet u. Kijk nou. Even kijken, hoor. Oké. Groeten van Ger. Oké, Ger. Ger is ook een Javaanse heer die ik heel goed ken, mensen. Maar ja, goed. Groetjes terug, Ger. Isabi. Oké, mensen, let op goed wat ik zeg. Kijk. Je moet zo zien. Mensen, je weet toch, ik blijf er dingen. Want ik wil niet dat het opstapelt. Hè. Het volk verdient een eerlijke en objectieve volg. Ja, ik ben het geheel met u eens. Ik ben het geheel met u eens. Dat het volk recht heeft. Het volk verdient het niet. Het volk heeft recht erop. De eerste apper die dat ding schreef van, ja, de VP Brunswijk die weigert om met journalisten. Nee, een volk heeft daar recht op. Als dat nou biggie heren mensen, nee. Mensen hebben rechten, maar mensen hebben ook plichten. En daar waar het een recht betreft, moet je hem geven. Je moet het hem niet ontnemen, Isabi. Ik kom hier terug op die criminele Surinamers waar ik een beetje de pest aan heb, weet u. Kijk nou mensen, hele commotie ontstaan over dat ding. Een apper die stuurde het. Over dat ding van die zoon van Santoki. Echt sensatiejournalistiek.
Wat moet je daarmee? Weet u? En ik begreep dat niet. Kijk, focus. Focus. Ja? Die man heet... Ik heb het ook gehad via mijn app. En ik laat mij die... Ik moet dit ding doen, mensen. Ik kreeg die berichten, maar ik zeg nooit... Ik ga die persoon zijn naam niet noemen. Maar thanks om me op de hoogte te stellen. Want meteen eerlijk, ik ben niet bij machten om al die dingen te gaan volgen. Wanneer ik dan zo'n berichtje kreeg op mijn WhatsApp... Binnen mijn groepje mensen, vertrouwelingen die ik heb... Hè, dan zeg ik, oké, laat me even kijken wat het is. Misschien bijna anderhalf uur of om... Nee, dat ga ik niet doen, sorry... Isabel, dat kost me te veel tijd. Maar het ging erom dat die jongen gezegd heeft over een moord van dit. Dat. Dan denk ik bij mezelf, jongen, look of wat ze nam aan dit baga, jongen. Kijk hoe dom we zijn. Kijk hoe dom we zijn. Deze jongeman heeft net een bekentenis afgelegd. Over wat? Waarover? Ja, hij draagt kennis van moord. Hij draagt kennis van moord. En niemand waarschuwt hem en zegt, boy... Is allemaal leuk en aardig hoor. Maar tapischmoel. Gewoon openlijk die tapischmoel. Want kijk, die programmamaker heeft het ook niet door. En ja, het is zijn dingen hoor. Dadelijk, jokjes, Assem gedonderlijk, meneer Lal Mohammed. Weet je, en ik wil die dingen niet hoor, mensen. Isabi. Dit ding is geen bitchfight. Weet je, ik hou me daar verre van. Ik zeg je, academici. Die man is een academicus. Academici gaan niet zo met elkaar om. Dat doen we niet. Wij zijn een voorbeeldfunctie voor de jongeren van hoe je met elkaar kan reden twisten. En daarna gewoon kan zitten. En ja, wat nuttige, wat njandringen, met compresseren, dat wel zo. Maar we hoeven niet eens te zijn met elkaar. Goed, zo'n programmamaker heeft zich bij de haren laten slepen. Want hij woont in Nederland. En als je de Nederlandse wet erop naslaat, ieder die kennis draagt. Van een strafbare feit. En moet je luisteren mensen, kijk nou. Strafbare feit, dat noemt ik als hij moest... heeft zich al voltrokken. Nee. Van voorbereiding tot een strafbare feit, ja. Voorbereiding, samenspanning, al dat soort dingen. Dat is die voorfase. Daar is dat strafbare feit nog niet gepleegd. Dus bij de voorbereiding al... If he sabi, im opoim of ataki. Ja. Dit is mijn doing. Daarom je ziet dat ik het met napo. Dat is mijn zie. Toen mag je roef. En dan maakt napo dan een tak niks. Ja. Je hebt een grote kans dat de politie jou ook gaat vervolgen daarvoor. Want je had de plicht om je telefoon te pakken en te bellen. Hé, hey, er is een roverovervallen aan de gang. Weet je, nu, op dit moment. Ja. Dan heb je je plicht als burger gedaan. Kijk, de programmamaker heeft niet door dat deze jongen in zijn programma een bekentenis heeft afgelegd. En wat ga je krijgen, mensen? Die bekentenis, daarvan is hij op de hoogte gesteld, die programmamaker. Dus nu heb je twee mensen. En wat gaan ze doen dan? Wat gaat zo'n programmamaker doen? Als het aan mij in mijn programma gezegd is, ben ik de volgende dag bij de politie. En ik zeg, meneer de politie, kijk nou. Ik had iemand in mijn programma en ja, heeft dat en dat en dat gezegd. Hé, hey, moet je luisteren. Ik heb mijn plicht gedaan hoor. Ik heb je gezegd. Ik draag daar kennis van. Ja, het was niet de bedoeling. Maar ja, hij vond het blijkbaar genoeg. Dus ja, ik heb mijn plicht gedaan. Dus je bekijkt het maar. Nog een moeilijk mee. Kortij mi tak, ja, mi no doe mi plicht. Want ja, het staat in de wet en elke Nederlandse burger, die dient de Nederlandse wet te kennen. Mensen, sabi zei je doe. Weet je, want ja, kijk nou, je kent die mooie namen die we hebben in Suriname, toch? Marciano, Cibrano, ja, en dat is Richano, want Luciano, Shano, de. Maar, er is ook nog één, ja, een belangrijke naam die tegenwoordig vaker genoemd gaat worden. Dat is Delano mensen, ja, dat is Marciano, Cibrano, Richano en Delano. Hoe de hel is de Lano, mensen? Zo maar naar Mandati. Ja, laat me jou een beetje vertellen. Welkom in mijn wereld. En daar ga ik er niet te veel over zeggen, want ja, dat ding ligt onder de hamer bij de rechtbank. En dan moet je je grote waffel en je grote kwebbel dichthouden, totdat de rechtbank beslist heeft hierover. Maar de Lano, mensen. De Lano is een 22-jarige jongen. Minaf Tegi, de Lano Sumaning. Want ja...
als je hoort Marciano, Cibrano, Ricciano, Delano, dan ja, komt het uit een bepaalde hoek. Ja, laat dat in het midden. Delano, 22-jarige jongen. 22-jarige jongen. En weet je wat de officier eist? Als strafmaat voor deze Delano. De officier wil dat deze jonge Delano nooit meer een poot buiten de gevangenis zet. Dat want taki teleka kondede am taneni strafu. Tot zijn dood. Levenslang. 22-jarige jongen. Hele toekomstperspectieven weggeslagen. Ja. Niets gaan betekenen voor niemand. Last zijn voor de maatschappij. Want ja, wij moeten de kosten gaan dragen voor deze jongeman. Als hij zijn leven lang in de gevangenis moet gaan zitten. Ja, onze belastinggeld gaat gaan naar een portie eten voor hem. Een 9 liter water. Tanya manja, Gustavo WC, Abispula, rommel door. Dus elke keer 9 liter water. Wat was hij? Wat aandringen en dat soort dingen. Ja, gezondheidszorg, ja, moet je hem ook geven. Ja. Dus het is een last voor de maatschappij. Maar een 22-jarige jongen die eigenlijk nog een zonnige toekomst en een heel leven voor zich heeft, dat wordt hem ontnomen. De officier van justitie wil niet. Hij gunt hem niet. Hij wil niet dat hij meedoet in de maatschappij. Hij moet levenslang achter de tralies gezet worden. En ja, dan moet deze Delano iets vreselijk ergs gedaan hebben, hoor mensen. Taki wan doet zo'n sani. Weet je, ja. Als je weet wat zo'n 22-jarige heeft gedaan, ga je anders denken erover. Want zo'n 22-jarige jongen is niet makkelijk om zo'n strafeis op tafel te leggen. Iedereen gaat zo'n officier kwalijk nemen. Maar wat is zijn daad? Wat heeft hij gedaan? Ja, dit is die jonge man. Delano. Die Peter R. de Vries in zijn gezicht heeft geschoten. Waar hij later is komen. Na een flink aantal dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen. Is hij komen te overlijden. Vandaar dat de officier van justitie zegt. Kijk, ja, deze jongen mag nooit meer deelnemen aan de maatschappij. En hij moet dan voor de rest van zijn leven gaan doorbrengen in de gevangenis. Heel erg, heel jong. Ja. En dan kom ik terug bij die andere. Hij is ook, je ziet, een jong fan. Ik moest gelijk denken aan de commissie evaluatie strafrechtszaken. Hè? Weet je, je hebt een strafrechtspsycholoog. Geweldig mooi om te zien hoe die man in je psyche kruipt en je kan uitlezen. Isabi. Ik heb een klein stukje beluisterd van deze jongen. En als ik er naar luister, denk ik bij mezelf. Als je zo'n psycholoog zou vragen, hey, kijk hiernaar voor mij. En analyseer het een beetje. Geef je mening hierover. Je hebt een bepaalde kwalificatie. Gooi er je kwalificatie op. En dan vertel ons wat je hier ziet. Ik denk dat vele mensen zich lam gaan schrikken wanneer je de ding goed gaat analyseren, wanneer je in de psyche van zo'n jongen kruipt. Is heel zielig, Isabi. Maar ja, kijk nou mensen, je bekent een moord. Gewoon even tussen neus en lippen door. Je bekent een moord. Weet je, leuk. Maar moet je luisteren. Als het besef er niet is, de ratio, het benul er niet is, dat dit ding jou in zoveel problemen gaat brengen. Ja. Ik weet het niet hoor mensen, Isabi. En dan weet je wat je gaat krijgen. Laat me je een ander voorbeeld geven. Ja, dan meneer hier zo, Isabi. Dan aan meneer. Ik moet op zijn naam. Dat komt aan, ja. Dat zij denk ik aan meneer, die zie. Die meneer, die was oud-militair geweest. Dat man, die zie, nou, voor de karing, abe lobby
tapuskrekigis ma, isabi? Maar tapuskrekigis, hey, no moeilijk meer, maar ouro militair, mi kirdis, mi kirda. Isabi, onbewust, ja, gaat hij zaken bekennen. Zonder erbij stil te staan. Maar hij bekent van lorommel. En dat is hem vreselijk duur komen te staan. Weet u? Maar ja, daarom zeg ik je, als dat besef, dat benul, de ratio ontbreekt, dat je niet weet waar jij mee bezig bent. Ja, mensen, jeren, nou, laten we eerlijk wezen, wie ben ik om jou te kunnen komen zeggen dat ik in om doe des aan die zee. Isabi. Het gaat je duur komen te staan. Kijk, een man die zie, Sambe doet alle denonces die zie. Zodra je, ja, met die man die goet tegen een man, dat ja, jeren, nou, mijn grap aan meer, Isabi. Maar ook een militair, ja. Zoet ik panja zo, Isabi, dan gaat het aan dat die. Op den duur, net als deze jongen, zeg ik je eerlijk. De dingen, hoe heet die? De officier van justitie gaat hem uitnodigen. Dag, hé, hier en Rishano, kun je er aan horen? En dan vraag ik me af, dat zei je door. Jouw bellipa, jouw vader gaat geen poot kunnen uitsteken hier in Nederland. Dit is andere koek. Isabi, anoma, jeppie. Weet je, mensen, wees op je hoede. Wat is er dan met deze oude militair gebeurd? Misschien zijn jullie het vergeten, maar ga maar luisteren. Sademan Danging, weet je, we gaan luisteren. Ja, voor het eerst staat er iemand in Nederland terecht voor oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname eind jaren 80. In de strijd tussen het leger van Boutersen, die later president werd van Suriname, en het junglecommando van Ronnie Brunswijk, nu vicepresident, vonden honderden burgers de dood en sloegen tienduizenden mensen op de vlucht. De vervolging vindt niet plaats in Suriname, maar in Nederland, omdat de verdachte de Nederlandse nationaliteit heeft. 21 jaar oud was de verdachte toen hij diende in het Surinaamse leger onder leiding van Boutersen. Herhaaldelijk verklaarde hij tijdens de Binnenlandse Oorlog mensen gedood te hebben, onder wie één of meer kinderen. En het gaat hier dus om hele ernstige misdrijven. En Nederland is op basis van internationale verdragen ook verplicht om daar onderzoek naar te doen. En iemand te vervolgen als er aanwijzingen zijn dat zo iemand zich in Nederland bevindt. Romeo Hoost, voorzitter van het comité Herdenking Slachtoffer Suriname, is blij met de zaak. Prachtig, heel goed, want ik weet dat er nog meer van dit soort figuren hier rondlopen. Tussen 1986 en 1992 vocht het Surinaamse leger onder aanvoering van Boutersen tegen het junglecommando van zijn voormalige adjudant Ronnie Brunswijk. Maar op een gegeven moment raakten ze gebrouilleerd en Brunswijk is zich afgescheiden van hem. Is toen in het binnenland een strijd begonnen tegen Boutersen. Jarenlang streden ze om de macht in de binnenlanden en de burgers betaalden de prijs. Het junglecommando van Brunswijk brandde dorpen plat van Boutersen aanhangers en het leger van Boutersen viel dorpen aan in het gebied in handen van Brunswijk. Elk stuk land dat Brunswijk innam, stuurde Boutersen mensen op af. En als hij Brunswijk niet kon vinden, dan nam hij de mensen, de burgers, als geschut. Omdat hij vond dat de burgers Brunswijk beschermden. Honderden mensen vonden de dood tijdens de Binnenlandse Oorlog. Door invoering van de amnestiewet is niemand in Suriname er persoonlijk voor vervolgd. En in Nederland is daar nog veel onderzoek voor nodig. Want wie, waar en wanneer precies gedood is door de verdachte, kan het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. Het valt niet te bewijzen omdat er niets gebeurd is wat mijn cliënt gedaan heeft. En wat hij dan zegt, wat hij gedaan zou hebben, heeft niet plaatsgevonden. Dus één, geen betrokkenheid van hem. En twee, wat hij dan verklaart, daar vinden we niets van terug in de recente Surinaamse geschiedenis. De verdachte, die kampt met een drugsverslaving en zou lijden aan PTSS, blijft in ieder geval nog 3 maanden vastzitten in afwachting van verdere onderzoeksresultaten. Ja, mensen, hij heeft het zelf verklaard. Kijk nou, is net als deze jongen, naïef, jong. Hij denkt van ja, om mijn beginning. Maar kijk nou, laat hem praten, laat hem vertellen. Maar hij heeft kennis van een moord. En dan straks de officier van justitie hem vraagt voor een interview. En aan de hand van zijn zeggen, ja, zijn verklaringen,
En de maatschappij ook toe. Dat, ja, dan gaan we verder onderzoek doen. Want ja, je hebt kennis van... Je draagt kennis van dat moord. Weet u? En daarom zeg ik je, kijk, Surinaamse mensen begrijpen het niet. Isabi, je hebt een microfoon, iemand plek valk, no? Ga je gang, doe je dat niet. Ja, ook Congi. Weet u mensen, ik blijf het je zeggen mensen, dit ding is... doe niet raar, doe niet dom. Ja. En ik heb er de pest aan hoor, zeg ik je eerlijk, van die mensen die... Ik heb het daarnet gezegd, die hun wan- en misdaden plegen in Suriname, ja, dat geld hier naartoe brengen en dan hier zo denken te komen rentenieren en te genieten van het fruit van hun wan- en misdaden. Ik ben daar geen voorstander van en mensen moeten deze, wij Surinamers moeten deze mensen altijd aanspreken dat, dit, dat we hier niet van gediend zijn. Isabi. En er zijn er een hoop voor mensen. Als je ziet hoeveel mensen, Surinamers hier zo, vanuit Suriname komen. En de meisjes doen geniet. Weet u. Zij dat een flink aantal jaren al. Ik heb u verteld over Pieter Erdevries. Toch naar de Zandertie. Maar, en je weet toch wat Suriname doet. Is net als meneer Ratso die. Dat is maar niks. En, nou, zijn niet rechtshulp verzag gekomen. In Suriname gaan ze altijd niet genade zijn. Ja, kijk nou, als je mensen als Atom Pai hebt, nou, dan zijn dat, ja. In Espite en de man, dat is schaduwservie. Wij hier in Nederland, hè. Kijk, in Suriname, andere koek. Nou, dan zijn dat, maar ja, goed. Dat is Suriname. Dat zijn Surinaamse maatstaven, mensen. En wij hanteren heel andere maatstaven. Maar ik neem u mee. Dit is de Tweede Kamer. En luister wat zij gaat zeggen. Ja, voor die gasten die hun... wan- en misdaden plegen in Suriname, hier naartoe komen om te komen verblijven. Ga maar zelf luisteren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op de dag van de 35e verjaardag van de onafhankelijkheid van Suriname hebben we een spoeddebat over veroordeelde Surinaamse criminelen in Nederland. In een uitzending van Peter R. de Vries van 10 april jongstleden was te zien dat er wel degelijk voortvluchtige Surinaamse criminelen in Nederland rondlopen. Op 26 april jongstleden heeft de minister hierover een brief naar de Kamer gestuurd. En met die brief wil de minister graag het beeld wegnemen dat Nederland een veilige haven is voor dergelijke personen. Nederland beschikt over voldoende juridische instrumenten om personen die in Suriname zijn veroordeeld hun straf te laten ondergaan. En dat mogen zo zijn, voorzitter, maar dit gaat voorbij aan de kern van de zaak, namelijk dat er een absolute voorwaarde vervuld moet zijn om dat prachtige instrumentarium te kunnen inzetten. Er moet namelijk sprake zijn van een rechtshulpverzoek. Begrijpelijk, ook logisch, maar in deze kwestie een onoverkomelijk probleem. Want uit de brief van de minister blijkt namelijk ook dat ondanks de actieve houding van Nederland er voor wat betreft maar liefst 11 veroordeelde Surinamers geen rechtshulpverzoek is ontvangen. Een voorzitter, dat is niet ongewenst zoals de minister schrijft, maar dat is onaanvaardbaar. Vast staat dus dat er geen rechtshulpverzoek is ondanks diverse pogingen van Nederland. Vast staat dat Suriname zich niet houdt aan een met Nederland gesloten verdrag in zaken de uitlevering en rechtshulp in strafzaken. Vast staat ook dat Nederland hiermee in zijn hemd staat en dat nog wel jegens een land dat sinds augustus vorig jaar wordt geleid door president Bouterse, een veroordeelde drugssmokkelaar. Iemand waarvan minister Verhagen als minister van Buitenlandse Zaken zei dat hij in Nederland alleen welkom is om zijn celstraf uit te zitten. En voorzitter, het wordt helaas erger, want vaststaat ook dat in ieder geval één van hen zijn criminele carrière hier voortzet, want hij wordt verdacht van poging tot moord en drugsbezit. Inmiddels is een persbericht verschenen van het Surinaamse ministerie van Politie en Justitie. En daarin wordt aangegeven dat Suriname, ik citeer, nu echt aan Nederland gaat vragen om uitlevering van veroordeelden te vragen die zich in Nederland bevinden. Mijn vraag aan de staatssecretaris had ik echter al gereed en ondanks het persbericht zijn ze ook nog steeds relevant. Ten eerste is de staatssecretaris het met mij eens dat dit een onaanvaardbare situatie is. Veroordeelde criminelen horen in Nederland geen nieuw leven op te kunnen bouwen en moeten terug naar het land waar ze veroordeeld zijn om daar de straf uit te zitten.
De tweede oorspronkelijke vraag was, is de staatssecretaris het met mij eens dat er geen rechtshulpverzoek meer gaat komen? Voorzitter, ondanks het persbericht moeten we het ook nog maar afwachten of die aangekondigde rechtshulpverzoeken gaan komen. Dus de belangrijkste vraag, wat gaat de staatssecretaris doen, al dan niet samen met de minister van Buitenlandse Zaken, als de rechtshulpverzoeken inderdaad niet komen? Ziet de staatssecretaris mogelijkheden om een rechtshulpverzoek dan maar af te dwingen? En tenslotte, voorzitter, uit het persbericht blijkt dat alle in Suriname veroordeelden in een digitaal datasysteem zullen worden opgenomen. Krijgt Nederland inzage in dat systeem? Ja, mensen, dit soort dingen wordt er over Suriname gezegd in de Tweede Kamer. En ja, nou, die man kon er wel, zij mogen het doen. Maar je ziet dat toch. In Suriname spelen we mooi weer. Ja, rechtshulpverzoek, die dat in huis zijn. De ene zegt, ze die rechtsverzoek hulp in. En ja, wij willen deze mensen eruit geschodemieterd hebben. Weet u? Maar ja, jongen, wij zijn geen veilige haven hier voor criminelen. Ja, opgedonderd naar je land. Maar ja, je kan ze niet zomaar wegsturen. Is dat niet toch, mensen? Als Suriname een rechtshulpverzoek doen, zoals het hoort, zoals de landen met elkaar hebben afgesproken, prima. Maar het is een aanheidoing. Want ja, daar zie je iets waarom wij zeggen dat de politie niet doorheeft dat hij zijn eigen reputatie te grabbel gooit. Eigen reputatie door deze mensen. Kijk, meneer Actie, een rechtshulpverzoek. En dan, ja, gaat het. Dan bleven die mensen daar. Dat in Afkonja, want Tere Konja, ja, nou nog alus den, dat wat bief soroto den, toch, Isabi. Kijk maar, die, ik noem maar een naam, Rajudit. Weet u. En zo zijn er veel meer hoor, mensen. Ik blijf het je zeggen, er zijn enorm veel Surinamers hier met een dubieus verleden die hier zo zitten, uitgebreide. Mijn Jan dring in alles aan dat die man. Isabi, de man is Spang. De man is Spang, zerfie. En ik zeg je, het zijn mensen die, ja, naar mijn mening, niet hier horen. Isabi, wij hebben ervoor gekozen. Wij zijn eerste generatie Surinamers, hè. Dus met name voor de onafhankelijkheid zijn we weggegaan en we hebben ervoor gekozen om hier te blijven. Ja, maar moet je luisteren, we participeren in alles. Ja, wij gaan naar Libanese scoren. Ja, kisa opleiding of ding. Je gaat dan werk zoeken. Je participeert in hoogste instanties, overheidsdiensten, ja, bedrijfsleven, weet u toch, mensen. Je hebt een grote groep Surinamers die het niet getroffen heeft, maar ja, die moet je op sleeptouw nemen om te zeggen, hey, kom op man, kou je pie, zijn een probleem voor je, kou door Isabi. Maar ja, dan krijg je nu een groep criminelen die allerlei malversaties plegen daar. Die zeggen gewoon, ja, en wat wij aan vertrouwen en, ja, wat wij hebben opgebouwd hier zo, wordt zomaar te grabbel gegooid. Want wij, grote groepen Surinamers, hebben last van dit soort debatten in de Tweede Kamer. We hebben daar last van, mensen. Omdat wanneer je zaken doet met bepaalde instanties en niet tegen de man, dacht, ja, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ja, voor de tweede keer in je leven, in mijn leven, en ik denk in vele Surinaamse mensen hun leven, zijn we weer genoodzaakt na een regeerperiode van Bouterse om te liegen over onze herkomst. Je moet liegen. Het is niet leuk. Het is niet leuk, maar als je weet dat iets nadelig gaat zijn voor jou, dan doe je het niet. Toen wij dat besluit namen om voor de onafhankelijk weg te gaan, want we zagen van, ja, Aaron en Broema, die, ja, zouden kosten wat het kost, ja, de onafhankelijkheid doordrukken, omdat, ja, de man bij Simoni en de man Colau, Bagra Sita, oh, ik loop Simoni, no, alsjeblieft, jongen, hier zo. Toen zijn we weggetrokken. Maar de schande die we met ons meebrachten en die Surinamers dus nooit hebben begrepen. Want wij kwamen hier en we waren genoodzaakt om te zeggen, nee, we zijn geen Surinamers. Oh ja, en we bakken bij Bribe snel. Oh, Indiërs, ja,
Indiërs, India of Indonesië. Maar we zeiden nooit dat we Surinamer waren. Je was genoodzaakt. Weet je waarom? Omdat de Hollander hier ook op de hoogte was van de dommigheid van Aaron en Bruma destijds. Ze lachten die mensen uit. En ja, luister naar mensen, dan is het een moeilijk iets voor jou als Surinamer om je te gaan associëren daarmee. Omdat je het al wist. Daarom heb je gekozen dat je weg wil. Uit Suriname, no, no, no. Dit is niet voor mij. Want dit gaat hem niet worden. En het is toch bewezen. Het is hem niet geworden. Isabi. Oké. Nu krijg je hetzelfde gedoe met Bouterse. Ja. Jij bent niet meer trots om te kunnen zeggen van ja, Suriname is mijn land waar ik geboren ben. Nee, daar ga je weer moeten liegen. Want ja, if you like Suriname. Ja, maar don't decatief, go kies de man die ziet er wel. Kijk wat er gebeurd is, kijk wat er gebeurt. Waar in de wereld zie je dat er militairen de macht overnemen en dan de wereld toelacht en applaus. Applaudisseer voor jou. Nergens doen we het, Isabi. Zuid-Amerika heeft zo'n bloedige verleden met al die staatsgrepen die daar gepleegd zijn. Totdat er organisaties kwamen om te zeggen, nee, maar zo kunnen we niet verder gaan, jongen. Dat is dan niet weer, hè. Isabi. Iedereen praat over Allende, Videla, noem maar op. Ja, maar dat zijn bloedige tijden geweest en men heeft ervan geleerd. Dat kon niet doen. Ja, wat denk je dat er met Suriname gebeurt? Wij zijn nu aan de beurt. Uno kisa occasie eten de chaco doen. Isabi. Oké, ga je gang. Ga vooral je gang. Snap je? Maar ja, het brengt achteruitgang met zich mee. Maar de Surinaamse bevolking heeft daarvoor gekozen. Dat is Afigo doe. Weet u mensen. Moeilijk. Criminele mensen die zich hier zo ophouden. En je moet het in een tankie. Takkie. Van Motteja San is jong. Criminaliteit. Zo drugs naar de San dat hij naar noemen. Is die waar hoor? Totaal niet, mensen. Ja. Criminaliteit komt voor in allerlei soorten en maten. Ja. Laat me jou meenemen. Dan moet je kijken. Dan niemand moet zich aangesproken voelen. Maar ik ga je toch meenemen om wat te laten beluisteren. Dan ga je kijken hoe makkelijk mensen echt een crimineel mindset hebben. Ja? Ik ga u meenemen, maar het is diep in de tijd. Maar het geeft niet. Wat gebeurd is, is gebeurd. En je kan het niet wissen. En daarom zeg ik ook, kijk. Iedereen die zich verlaat op het plegen van malversaties en dat soort dingen. Dit ding gaat nooit weggaan hoor. Je kan het schudden. Want if you reken taki. Als dat niet zo wakap zijn, maar voor door, ja, smoke vergieten en zo. Nee. Vandaag ben ik het die daarmee begint. Morgen is het een ander die dezezelfde vragen gaat stellen. Zelfde vragen. Mensen focussen op criminaliteit. Hè. Hoe makkelijk dit tot dit soort dingen kan leiden. Ga maar luisteren. Gezondheidszorg, hè. We gaan luisteren, mensen. Doen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de afgelopen dagen ben ik gebeld geworden door een familielid van een patiënt die in AZ-ziekenhuis ligt, voorzitter. De patiënt leidt aan een of ander tumor. Zij is op 2 februari met spoed opgenomen door de gynaecoloog, voorzitter. En op 3 februari gaat de gynaecoloog met 3 weken vakantie, voorzitter. Ze komt na 3 weken, de familie wacht op haar, ze komt na 3 weken... omdat ze geopereerd moet worden en met spoed geopereerd moet worden. En de gynaecoloog geeft dan weer big talk aan de familie dat ze niet pompen om de patiënt te opereren. Ze verwijst de patiënt naar een chirurg. Voorzitter, hij geeft aan dat hij de patiënt niet kan opereren omdat de tumor inmiddels verspreid is naar andere organen ofzo, voorzitter. Het is een heel moeilijke operatie. Ze geven dat aan dat de operatie niet verricht kan worden in Suriname.
de familieleden regelen voor haar dat zij in Nederland geopereerd kan worden, betalen alle kosten zelf. Het enige wat ze dan nodig hebben is het medisch dossier van de patiënt en een schrijven dat de operatie hier niet kan plaatsvinden. En voorzitter, al 2 weken doe ik mijn best en dat kan niet terechtkomen. Ik heb 's morgens nog gebeld met de directeur van het ministerie van Volksgezondheid en zij heeft gebeld met de medisch directeur, of ja, medisch directeur, denk ik. Ja. En nu is het terecht gekomen dat de familieleden haar dossier kunnen gaan halen met het schrijven. Voorzitter, dit is crimineel. Dit is onmenselijk. Dat artsen zo omgaan met patiënten, voorzitter. Ze heeft alleen een schrijver nodig. Ze vecht voor haar leven en dat kan ze niet krijgen in dit land, voorzitter. Waar gaan ze naartoe, voorzitter? Voorzitter, op zulke momenten betreur ik het dat artsen en medici niet vervolgbaar zijn in dit land, voorzitter. Want dat moet ook komen voor u. Ja, hoe komt u aan die wc? Want dit is echt straf. Dit moet strafbaar worden gesteld, voorzitter. Ja, ook. Echt waar, voorzitter. Men kan zo niet handelen, voorzitter. Ik vraag via u echt aandacht van de minister daarvoor, voorzitter. Ja, mensen. Kijk eens wat er gebeurt. Isabi, vast zo aan dat raam. Je ziet een patiënt. Ja? En dan... Je neemt er op 2 februari, 3 februari. Je gaat naar 3 weken op vakantie. En binnen die 3 weken... Lukova afrogo achteruit. Verspreiding van kanker. Mensen, probeer je in te denken. Takasanis kamp sang aan YouTube. Isabi. Ja, kijk. If ik gaan op vakantie, je bent toch geen eenzelganger. Ja, je bent toch niet zo'n geweldigheid. Dat je isani, van de karing. Johan kan doen deze aan isi. Dan wacht hij. En ja, kijk, deze arts is niet gek. En dan wang je een medisch dossier, want daar vrouw kon je. Daar heb je ook een medisch dossier van aan. Er is een 3 weken rustpauze geweest. Wat is dit nou voor nonsens? 3 weken had je dit en dat moeten doen. Ja, nee, die man is met vakantie gegaan. Een man is bang, hij is er vee. Hij maakt zich totaal niet druk. Hij gaat gewoon weg, die komt. Ja, in die 3 weken is alles uitgezaaid. Ja. Unom aan je pija, af ik in Nederland. Zo gaan dingen in Suriname toe. Heel erg, weet je. En dan ja, kregen deze mensen. De man met demonie, de man kan op vakantie. De man is bang aan jou. De man is bang aan jou, mensen. Dit is Suriname. En weet je, als jij dit vertelt en naar buiten brengt en het laat beluisteren aan de gemeenschap, ja, dan word je kwalijk genomen. Dan komt men met die zwakte redenaties, Isabi. Oh ja, maar ja. VHP. Isabi. Dan gaan ze aan dat. Ja. Echt van die zwakte. Wij moesten geen jongen. Reageer op die inhoud. Wat vind je ervan dat een arts dit doet? Tegen je doen dat. En je hebt een probleem. One day, one dag. En van zijn die snappen in mijn fedora. Dat je denkt, dat je nou denkt, VHP, NDP of ABOP of zo. No. Dan weet jij de juiste zorg hebben. Hé, ben ik op een poerotumor, dat je geen uitzending. Hé, hey, wacht hier, om ik ga op vakantie, om 3 weken. Wat ga dat ook zien? Oh ja, is uitgezaaid, sorry. Ja, dag, veel plezier, ja. Ja. Wij laten ons afleiden, waarom? Omdat, ja... We hebben een slechte inborst. We kwikken een takro inborst die zie. En ja, als het jouw fruit oplevert, moet je het zeker doen hoor, Isabi. Maar ik zeg je, ik ben daar geen voorstander van hoor. Om, hier aan mee te werken hoor. Weet u dat, is niet aan mij besteed mensen, dat ga ik niet doen. Maar ik blijf het je zeggen om dit ding af te ronden. Kijk, Isabi, imofo. Nee, straf u toch? Nee, mofo is strafie. Bigis maar bij leer was aan dat toch? Ja, man, dat is nota. Deze is een nog kleinere nota. Die man bekend tussen neus en lippen door. Weet je, een moord. Zomaar. Onbenul, onbesef. Totaal. Die rationaliteit is totaal zoek. Gewoon, ja, nee, goed.
Ik heb het gezegd. Dat zei Mandu. Oké. Tenemo grabi, lega palati, drimunga kota strafu. En ja, ze gaan onderzoek doen naar hem. Voor een feit. Is op zo'n tachy toch? De plaats de lek is niet eens in Nederland. Maar ja. Even geweldig doen, hè, mensen. Let op, focus. Loki delicti. Loki delicti. Loki, plaats, delicti, delict. Loki delicti. Is niet in Nederland. Is in Suriname. Die jongen van Santoki. Dat moord heeft niet plaatsgevonden. Op Nederlandse bodem. In Suriname. Alleen, ja, de bekentenis is hier afgelegd. Hij heeft dader kennis. Hij heeft dader kennis, want hij heeft de daders genoemd. Hij heeft het motief genoemd. Al dat soort dingen. Dan heb je een probleem, hoor, mensen. Isabi. You mofo o straf you. Ja. En als ik die programmamaker was. Mi bogas kouto yere dam go kler mi nentak e yere no brada. Uno moeilijk mi. Amanta gasani. Het was niet de bedoeling. Maar ik heb mijn plicht gedaan. Alsjeblieft. Daarom moet je dit soort dingen proberen te vermijden, mensen. Isabi, Surinaamse mensen. Zij confronteren je van low bullshit naar de zand. Het is. Oeh, ik weet het niet hoor, mensen. Isabi, het is een beetje een onbehouden volk aan het worden. Het is heel erg hoor, omdat we ook moppen uit Wamma. Unummanasanang. Isabi, daar zijn we allemaal geboren. Masandisi, voor de mandisi. Het loopt de spuigaten uit hoor, mensen. Echt. Het is een heel triest gebeuren dit. Even kijken hoor, mensen. Iemand had dat ding over die blauw meer naar de zand. Kijk, ik ga overschakelen naar iets anders. Hè. Maar nogmaals, mensen, kijk, niemand is mij verantwoording verschuldig hoor. Naar de zand, je bent jezelf verantwoording verschuldig en Surinamers. Ik heb geen basiskaart en ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg van Suriname. Dus ja, ik vind dat mensen dat aan die mensen moeten gaan uitleggen. En als jij schoon bent van geweten en je hebt geen wezenlijk bijdrage geleverd aan de beroerde en belabberde situatie waarin de gezondheidszorg is achtergelaten, sta op en spreek je uit. Sta op en spreek je uit. Maar als je dat niet kan, ja, dan ben je genoodzaakt om je grote wafel dicht te houden, mensen. Sorry, sorry, maar het is niet anders. Ja. Mensen, kijk nou, in het parlement, ja, we hebben het over criminele Surinamers. Hè. Weet je wat ik niet kan begrijpen? Kijk, je ziet een soort verdeling in het parlement. Ja? Meneer Melvin Bouva gaat het altijd hebben over Blauwmeer. Dus hij valt meneer Agai Bersik aan. En mensen, let op, FVAP, ja, Isabi, want ja, dingen. Je mag er zo naar kijken, maar je kan ook een andere kijk op zaken hebben. Meneer Melvin Bouva, focus op meneer Agai Bersik. Mevrouw Vrietzaam, focus op dingen. Hoe heet die? Surfin. Ja, Ramdin. Weet u. Ze hebben die posten verdeeld. Weet u. En ze blijven het herhalen. Ja. Het is goed. Ga maar doen. Weet u. We hebben het over criminele mensen. Met een criminal mind. Ja. Als jij de bank wordt behandeld. Maar die man gaat er een heel andere wending aan geven. En hij gaat je zeggen. Ja maar nee. Dit heeft ook mee te maken. Nou, dus, kijk. If you been in a trawang. Dat is maar dat neem ik even. Jennifer Geerling-Simons. Ja. Ik moet nageven, meneer Marinus B. Die biedt deze mensen tijd om te discussiëren met elkaar. Interrupties te plegen. Al dat soort dingen. Ik vind het mooi om te zien dat je kan reageren. En dat in afgewacht is ik idee. Het wordt, een minister wordt onderbroken en gezegd van ja, er is een interruptie. Kan dat even? Ja. En zo hoor je om te gaan als er onduidelijkheden zijn. Maar je hoort niet om te gaan met mensen waarvan je op voorhand weet dat deze mensen de boel belazeren. Ze belazeren je waar je bij staat. Isabi. En kijk, dat retoriek is goed voor de kleine man. Want ja, daar gaat straat, ja, gaat ghetto. Je ziet, meteen is dat. Isabi. Meneer
Melvin Bova. En het komt terug, want ja, mijn appers die vragen ook over Blauwmeer naar de Sanity. Ik zeg, kijk, meneer Melvin Bova, wil jij het gevoel doen laten bekruipen? En mensen goed opletten wat ik ga zeggen, Isabel. Want ja, in Suriname, Isabel Sansa weet ik toch, in trekpartij. Jij trekpartij, jongen. Hé, hey, jongen, daar. In een trekpartij, jongen, Isabel. Hoe gaat dat dan toch? Dus meneer Melvin Bova zegt iets tegenover meneer Agai Bersing. Waarheid ligt op het kerkhof, mensen. Waarheid ligt op het kerkhof. Snap je? Dus wat ga je krijgen nu? Hoe ga jij hiermee om? Fayodou was aan die zee. Want if me taki, tak ja, Melvin Bova is leeg. Dan ben je per definitie VHP'er. Want je bent hier NDP. En zo gaat het wel in Suriname. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat soort dingen lap ik aan mijn laars. Het gaat om de inhoud. En if je noemt naar inhoud, dan moet jij maar de consequenties gaan dragen, toch? Isabel, dat is jouw zaak. Weet je? Maar ik heb het over de inhoud. En even kijken hoor, mensen. Want nou, heb ik iets veel vervelends gedaan. Maar het is niet erg. Even kijken hoor, mensen. Jere. Ik laat u een stukje beluisteren over Blauwmeer. Ja? We gaan luisteren, mensen, maar oké, zet je schrap, ja? Tekeningen zijn onder een stuk die 20 miljoen betaald heeft aan zijn bedrijf. Hoe staan we daar tegenover, voorzitter? We zien hier zo transparantie, hoe we met geld omgaan, hoe oké, mensen, even hoor, want ja, meneer Bouf. Melvin Bova. Melvin Bova wil je door laten geloven dat meneer Agai Bersing verrijk is met 20 miljoen euro of dollar. We gaan het straks zo luisteren. Ja? 20 miljoen aan verdien. Isabi, hoe kan dat nou? Hoe is dat mogelijk, Taki? Ja, dan moet je meneer Agai Bersing echt een trap onder zijn kop geven. Onder zijn kont geven en zeggen van ja, nee, jouw voerman, Isabé. Dus, ik neem u mee, dan gaan we een beetje beluisteren wat hij te zeggen heeft. Maar focus erop dat hij beweert dat meneer Agai Bersing 20 miljoen heeft betaald aan zijn bedrijf, Assyria destijds, ja. En mensen, iemand heeft me gevraagd van wie dat grond is. Het is van Kensenhuis geweest, alleen de mij altijd stichting Latour naar de zand, ja. Maar we weten dat Kensenhuis niet zo kosher is, want er zijn meerdere projecten van hem die, ja, om het een beetje beschaafd te zeggen, die object zijn van onderzoek. Maar goed, ik hou mijn mond. We gaan luisteren naar meneer Bova. Ik wil u wel een beroep op u doen om wel op uw tijd te letten, want dat is vooraf wel afgesproken. Dus die aanloop van u, houdt u daarmee rekening? Laat die man praten, jongen. Ik wil u vragen om bij de wet te blijven. Goed zo. We gaan luisteren, mensen. Voorzitter, ik zal bij de wet blijven zoals ik het heb ingezet, voorzitter. Middels enkele zaken die zich niet buiten deze zaal, maar in deze zaal hebben voltrokken met betrekking tot de relatie, de verhouding van de monetaire autoriteiten, de verantwoording naar het parlement toe en het belang van transparantie. Daar gaat het om. Daar gaat het alleen om. En je hoeft niet bang te zijn, lid Jogi. Het gaat niet om een aanslag naar de minister, dan wel uw regering. Het gaat erom, wat doen we met onze instituten? Wat heeft zich voltrokken? En wat leren we eruit? Want ik ben het ook niet eens met die hele deal die is gedraaid, waarbij 20 miljoen van ons geld op een onbehoorlijke manier is weggemaakt. Ik ben daar ook niet eens mee. U moet blijven focussen, hè? 20 miljoen van Surinaamse staatsgelden. Ja, zijn weggemaakt op een oneigenlijke manier. Waar is dat 20 miljoen naartoe gegaan? Zomaar voering. Isabi, naar Agai Bersing, voering. En mensen, Isabi toch? Agai Bersing, meneer Singh, VHP, nou, dat is een, Isabi. Dat ga je altijd horen. Maar ja, het is aan jullie. Isabi, ik moet er altijd om lachen. Maar goed,
Focus, focus. Hele mooie betoog van meneer Bouva. Bouva komt op voor de belangen van de Surinaamse bevolking. Hoor. Naar mijn graf. 20 miljoen is dat zij kan doen. Baso kaart, ik kan bij Wan Lusan. Dat is mijn voorraad monetje. Aan de kant. We gaan luisteren verder. En ik vind, ook al was de vorige regering zoals u misschien straks gaat opstaan. En die vorige minister die eigenlijk daar niets mee te maken heeft. Maar de vorige governor die zijn handtekening heeft gezet onder dat stuk. Samen met de directeur van de voornoemde bedrijven. Ook al was dat zo kamer. Worst wezen, wij moeten durven om onze kritiek op zaken te geven en met wetgeving te proberen om daar verandering in te brengen. Dus we zien, voorzitter, er zijn hier documenten gepresenteerd die onvolledig zijn. Ik vraag de regering om volledigheid. Ik vraag de regering, wanneer we hier hebben gehad, voorzitter, een beëindiging van een beëindigingsovereenkomst Blauwe Meer, waar is aangegeven dat de deal noodzakelijk zou zijn vanwege allerlei zaken met betrekking tot de DSB-bank, dan wil ik terugkomen op artikel 18 van de Centrale Bankwet, ja. Die duidelijk, voorzitter, en vanwege de tijd ga ik dat niet citeren, maar slaat u artikel 18 op van de Centrale Bankwet die duidelijk aangeeft dat de Centrale Bank niet mag interfereren. Geen krediet mag verstrekken, geen enkele vorm. En de wet is ook duidelijk dat er geen ontroerend goed mag worden verrekend, anders dan alleen voor hun eigen belang. Dat staat daar en toch vertrapt de Centrale Bank de wet, voorzitter. Moeten we daar niets over zeggen? Moeten we daar in de wet niets voor regelen dat dat niet meer gebeurt? Voorzitter, we krijgen hier inderdaad de beëdigingsovereenkomst. Daar wordt ook gesproken over kasreserve, welke zou zijn gebruikt. En dat staat duidelijk hier, 20 miljoen om te verrekenen. Dus de minister van Financiën, die zoveel ook kritiek heeft over de kasreserve, heeft zijn handtekeningen zijn onder een stuk die 20 miljoen betaald heeft aan zijn bedrijf. Hoe staan we daar tegenover, voorzitter? Oké, mensen. Dus meneer Agijbersing heeft 20 miljoen betaald aan zijn bedrijf. Klopt dat wat deze jongen allemaal hier zit te zeggen, mensen? Of is het klinkklare onzin? Isabé, je weet toch? Criminelen, Surinaamse criminelen die helemaal in het parlement zitten. Maar ja, laten we luisteren of het klopt. Zij Taki. Nou, dat is aan dat die Isabel, want ja, even voor mensen, want min of mega afoudisie. Oké, we gaan luisteren naar deze man, of het klopt wat Bouva zegt. Weet u, want ja, ik vind, kijk nou mensen, kijk, wanneer iemand jou doelbewust onwaarheden vertelt, of je nou parlementariër bent of niet, vind ik dat het parlement het recht heeft om een diepgaand onderzoek te doen, laten verrichten, weet je. En de uitkomsten daarvan, naar gelang de uitkomst uitwijst dat meneer Agijbersing malversaties heeft gepleegd, moet je hem bestraffen. Maar als de uitkomst de andere kant wijst van, ja, kijk nou, Bouva heeft doelbewust zaken verdraaid. Zaken verdraaid, mensen. Dan vind ik dat je daar ook consequenties aan mag verbinden. Want zo ga je mensen scherp zetten van, ik kan hier niet, dit kan niet door de beugel, mensen. Dit ding is ontoelaatbaar. Want ja, kijk nou. Als jij in het parlement zit om al dit soort nonsens te verkondigen. En je zit gewoon keihard te liegen. Ja. Dan moet jij deze meneer terecht gaan wijzen. Dat hij aan het volk gewoon aan het bedonderen en belazeren is. Weet u. Wij hebben de plicht daartoe om hem aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid dat je dit niet mag doen. Weet je? Oké, je moet, ik neem je weer mee en moet je goed opletten. Ja? Want ik ga je wat laten beluisteren en dan moet je maar zelf concluderen of Bouva nou een leugenaar is of dat
meneer Achai Bersing een leugenaar plus een oplichter en een dief is. Wat heeft Surinaamse staatsmiddelen? 20 miljoen betaald aan zijn eigen bedrijf Azuria. En heeft de Surinaamse bevolking opgelicht. Dus zet je schrap en trek je eigen conclusies. Ja? Ik ben alleen medium die het aan je laat beluisteren. Luister maar weer naar boven. We moeten durven om onze kritiek op zaken te geven en met wetgeving te proberen om daar verandering in te brengen. Dus we zien, voorzitter. Oké, ik ben daar volledig mee eens. Je moet je kritiek geven en met wetgeving komen en dat soort dingen. Maar wetgeving kan twee kanten op. Ja. Degene die belastert, ja. En degene die belastert is, wanneer je ziet dat jij geen blaam treft, dan wordt degene die belastert heeft aangesproken. Aangesproken. Dat doet de wet, ja. We gaan verder luisteren, mensen. Er zijn hier documenten gepresenteerd die onvolledig zijn. Ik vraag de regering om volledigheid. Ik vraag de regering, wanneer we hier hebben gehad, voorzitter, een beëindiging van een beëindigingsovereenkomst Blauwe Meer, waar is aangegeven dat de deal noodzakelijk zou zijn, vanwege allerlei zaken met betrekking tot de DSB-bank, dan wil ik terugkomen op artikel 18 van de Centrale Bankwet, ja. Die duidelijk, voorzitter, en vanwege de tijd ga ik dat niet citeren, maar slaat u artikel 18 op van de Centrale Bankwet, die duidelijk aangeeft dat de Centrale Bank niet mag interfereren. Geen krediet mag verstrekken, geen enkele vorm. En de wet is ook duidelijk dat er geen ontroerend goed mag worden verrekend, anders dan alleen voor hun eigen belang. Dat staat daar en toch vertrapt de Centrale Bank de wet, voorzitter. Moeten we daar niets over zeggen? Moeten we daar in de wet niets voor regelen dat dat niet meer gebeurt? Kijk nou, er is al... Kijk, de wetgeving in Suriname heeft gewerkt. Meneer Van Trek heeft dit ding gedaan en de rechter heeft hem bestraft. Ja, big deal. Ik snap hem niet, het point. Maar andere dingen vind ik belangrijk. Kijk, 20 miljoen staatsmiddelen weggesluist naar privémiddelen van meneer Achai Bersing. Goed opletten, mensen. We krijgen hier inderdaad de beëdigingsovereenkomst. Daar wordt ook gesproken over kasreserve, welke zou zijn gebruikt. En dat staat... Oké, kasreserve wordt er zijn gebruikt. Sana, Sandat, jong. Wat heeft kasreserve met 20 miljoen Blauwmeer en Concordia en al dat soort nonsens te maken? Isabé, Sana, Sandat. Maar focus, ja, focus. Duidelijk hier 20 miljoen om te verrekenen. Dus de minister van Financiën die zoveel ook kritiek heeft over de kasreserve, heeft zijn handtekeningen onder een stuk die 20 miljoen betaald heeft aan zijn bedrijf. Hoe staan we daar tegenover, voorzitter? We zien... Oké, dus Bouva zegt, er is 20 miljoen betaald. Minister Achai Bersing heeft het getekend en dat geld is betaald aan zijn bedrijf. Zijn bedrijf, Azuria. Of wat? Hij heeft gelijk, mensen. Of zit hij uit zijn nek te kletsen? Kasreserve? Jere. We gaan luisteren. Ik neem u mee. Wie is hier de leugenaar? Achai Bersing of Melvin Bouva? Ja? Laat de Surinaamse gemeenschap zelf zijn conclusie trekken. We gaan luisteren, mensen. Zoals het betoog van de heer Kirpalani is duidelijk aangegeven dat op een bepaald moment, toen mij gerapporteerd werd dat er binnen de kasreserves gerommeld is geworden, om het even op zijn militair te zeggen, hebben we besloten om direct ter zake instituten onmiddellijk te informeren. Zeg, laten we de zaak opengooien en de mensen wijzen van kijk, dit is er aan de hand. Dus zo zijn de banken gekomen. Het was natuurlijk shocking. Omdat wij andere informatie hadden. Maar is buiten, dat is even... Laat dat even buiten. Heel concreet. Er is aan de kasreserve getornd
En laten we voor het gemak nemen de $100 miljoen. Oké, mensen, dat, die nonsens van boven, het begint een beetje te wankelen. Er is getornd aan de kassenreserve, dus ja. Kotaki voor het gemak 100 miljoen. We wisten dat het veel meer is. Maar goed, wij gaan kijken of meneer Agaibersing een oplichter en leugenaar is. Denk aan Islamic Development Bank, denk aan IMF. Nou, die zijn dat iedereen in Suriname ligt iedereen op. En meneer Bouva, de eerlijke man die dit probleem naar voren kon brengen. Weet je, hij verdient een lintje of een schop onder zijn kont. Bouva is gewoon een leugenaar. Wat is dat ding? We gaan luisteren. Maar één ding aan, ja, kasreserve. Er is getornd aan een UNE-takkie, nou, voormalig Mangsa bij Karinsef president etakkie. 100 miljoen. En hij gaat jou een specificatie geven. Goed luisteren, ja? Want meneer Bouva zegt, meneer Agaibersing heeft zich verrijkt met 20 miljoen. Ja? We gaan luisteren. U hebt ook gehoord dat er 2 marathonzittingen zijn geweest, waarbij de commerciële banken in samenspraak met financiën en de centrale bank uit en treurig hebben besproken hoe dit hersteld wordt. Belangrijk is voor ons naar de gemeenschap toe, omdat mensen denken van er wordt zo'n perceptie gepresenteerd, ik kan goed dit 100 miljoen aan tas, dat maar voor aan money. Laten we even houden op 100 miljoen. Als nu al blijkt van die 100 miljoen, we hebben 20 miljoen, althans de centrale bank heeft 20 miljoen gekocht bij Asuria. Of zaken nou compliance-wise of anderszins niet goed gelopen zijn en je trekt dat terug, je draait dat terug, betekent dat 25 miljoen binnen is. We weten ondertussen, middelen zijn aangewend om goud op te kopen. Je hoort wat hij hier zegt toch mensen? Dus, we gaan dat ding terugdraaien. Dat betekent dat we 25 miljoen weer hebben. Wie betaalt? Wat zegt Bouva nou eigenlijk? Bouva zegt van, ja, moet je luisteren, kijk. Meneer Agaibersing heeft gelden toegeëigend. 20 miljoen. Ja? En Bouterse zegt iets anders. We moeten durven om onze kritiek op zaken te geven en met wetgeving te proberen om daar verandering in te brengen. Dus we zien, voorzitter, er zijn hier documenten gepresenteerd die onvolledig zijn. Ik vraag de regering om volledigheid. Ik vraag de regering, wanneer we hier hebben gehad, voorzitter, een beëindiging van een beëindigingsovereenkomst Blauwe Meer, waar is aangegeven dat de deal noodzakelijk zou zijn vanwege allerlei zaken met betrekking tot de DSB-bank, dan wil ik terugkomen op artikel 18 van de Centrale Bankwet, ja. Die duidelijk, voorzitter, en vanwege de tijd ga ik dat niet citeren, maar slaat u artikel 18 op van de Centrale Bankwet, die duidelijk aangeeft dat de Centrale Bank niet mag interfereren. Geen krediet mag verstrekken, geen enkele vorm. En de wet is ook duidelijk dat er geen ontroerend goed mag worden verrekend, anders dan alleen voor hun eigen belang. Dat staat daar en toch vertrapt de Centrale Bank de wet, voorzitter. Moeten we daar niets over zeggen? Moeten we daar in de wet niets voor regelen dat dat niet meer gebeurt? Voorzitter, we krijgen hier inderdaad de beëdigingsovereenkomst. Daar wordt ook gesproken over kasreserve, welke zou zijn gebruikt. En dat staat duidelijk hier 20 miljoen om te verrekenen. Dus de minister van Financiën, die zoveel ook kritiek heeft over de kasreserve, heeft zijn handtekeningen onder een stuk die 20 miljoen betaald heeft
aan zijn bedrijf. Hoor je dat? Hij heeft 20 miljoen betaald aan zijn bedrijf. En Bouters dus, komt met een heel ander verhaal. Eén van deze heren loopt de boel te verdraaien of te bedonderen. Weet je toch, mensen? Ja, ik weet niet wie dat is. Wie dat is en zo, weet je. Hij wil de gemeenschap laten geloven dat meneer Agaibersien 20 miljoen betaald heeft. Want er is een ding teruggedraaid, een overeenkomst. Is ongenaam gemaakt en ja, hij heeft 20 miljoen eraan verdiend. Maar ja, deze meneer moet eens een keertje goed met BOVA gaan praten. Weet u, want ja, voor de duidelijkheid, Lukuja Sautaki, Imgimeng Baka, onthou, ja, en kijk wie de leugenaar is en wie de boel zit te bedonderen en belazeren. We gaan luisteren, ja, weer, goed opletten. Gaat het over de kwestie van Azuria? Nee. Het gaat over die kasreserve. Die kasreserve. Maar er is een afspraak over die kasreserve gemaakt. Maar goed, misschien kunnen we dat. Kijk, laten we zeggen. laten we het heel concreet nemen. Even microfoon, president. Ah, sorry, maar klets nog. Laten we het heel concreet nemen. Wil je hem gewoon zo vasthouden? Wanneer je praat over dit geheel. Maar we kunnen gewoon een spreadsheet maken en zeggen van, hoe is dat ding opgebouwd? En we leggen je uit van, maar je weet toch dat wij, niet voor het gemak broer, 100 miljoen. Je weet toch dat we van Assure dit gekocht hebben buiten de compliance regels, buiten dit, buiten dat. In Paimi Baka, dus aan 20 miljoen kwam Baka. Hier, hè? A 20 miljoen ik kom bagas. Maar BOVA zegt, joh, nee, deze minister is gekomen, heeft misbruik gemaakt. En ja, Amoni, ik kom naar een bedrijf aan een go, likfu, sabautataki, isabi. Ik weet niet waar de waarheid zit. Ja. Er heeft 80 over. Ja. Hij blijft maar doorgaan met 80, nou, dat is dan dat hij weet, mensen. Ik zeg je, kijk, laat er hier onderzoek naar komen en laat er gezegd worden wie de waarheid vertrapt. Want ja, zo breng je de Surinaamse bevolking in verwarring toch. Weet u, en ja, volgens mij kan dat niet toch, Isabi. Zo, je mag de Surinaamse bevolking niet in verwarring brengen, vind ik hoor, Isabi. Laat duidelijk zijn wat er gebeurd is. Laat er onderzoek komen. Weet u, en ja, is BOVA een leugenaar of is Agaibersien een leugenaar? Een van die twee. Weet u, man, ja, zoals het er nu voor staat, moet je zien van kijk, dat geld moet betaald worden aan Surinaamse bank. En ja, dan, ja, dat is dat regeling. En ja, if Agaibersien dacht, ja, ik ben nu minister van Justitie. En ja, dat geld gaat niet naar de Centrale Bank, maar wel naar Assyria. Ja, daar hebben we een probleem, ja. Isabi. Maar, jullie moeten zelf je conclusies trekken, mensen. Isabi. Nog een stukje van meneer Kirpelani. We gaan luisteren. En ik wil met uw toestemming, president, want u heeft een paar keer gesproken over Assyria, maar het verband moet even verteld worden. Anders wordt Assyria genoemd met 20 miljoen. Waar de president op bedoelde, is dat er een transactie was en Assyria was niet de partij, maar een partij in de transactie van wie een onroerend goedmaatschappij Panasco. Is er een transactie geweest omdat de governor van mening was dat DSB anders een probleem zou krijgen. Daar kunnen we over van mening verschillen, want ik denk niet dat er persoonlijk denk niet dat er een probleem was, maar in elk geval, als er een tekort is aan kapitaal, dan moeten aandeelhouders het kapitaal opbrengen.
niet de centrale bank. Wij zijn toezichthouder. Wij zijn bank der banken. Wij kunnen helpen wanneer er een tijdelijke liquiditeitscrisis is. Dat geeft de wet aan. We kunnen niet aandelen gaan kopen in een bank of een transactie, dat is een quasi-infuus. Dat mag niet. Dat is ook gezegd. Wat er gebeurd is, is er is een stuk land gekocht. Het is in de boeken van de bank. En er is 20 miljoen daarvoor betaald. Nu de situatie en de raad van commissarissen heeft vanaf day one gezegd, unaniem, deze transactie kan niet. Het is ook doorgegeven aan de minister. De president heb ik begrepen, waar de governor geweest, de governor mee gesproken heeft, ook gezegd, het is niet een juiste transactie. Hij heeft hem afgeraden. Maar basically was het eentje dat in strijd was met de wet. Of in strijd is met de wet. En het moet dus teruggedraaid worden. Er is een beetje verwarring, misschien een beetje ongelukkig gebracht in het parlement toen de minister van Financiën aangaf dat inmiddels de zaak is teruggedraaid. Dat is niet het geval volledig. Het is waarschijnlijk een misverstand geweest. Er is een discussie gaande om dat te doen. En partijen realiseren dat het moet gebeuren. Omdat het niet kan. En het is niet zo dat Assyria 20 miljoen heeft gehad. Assyria was partner in de maatschappij, dus het is een beetje ongelukkig en mogelijk door de rapportage zijn ze iets wat besproken en in een negatieve zin en dat hebben ze niet verdiend. Ik wil dat ook even hier rechtzetten, want anders leed het zijn eigen leven. Het heeft te maken gehad met de aankoop van terrein waar Assyria een partner in was. Zij beseffen dat deze transactie moet worden teruggebreid en werken mee. Er is een position paper, omdat het een bepaald proces nodig heeft om dat te doen. En we zijn met die position paper bezig. Dus dat wilde ik even clarify. Oké, mensen. Ja, ik. Zowel BOVA als meneer Achai Bersing hebben wat uit te leggen. Ja, maar dat van BOVAS, zou ik je eerlijk willen zeggen, hij moet vreselijk voorzichtig zijn, want ja, het is een beetje moeilijk wanneer er, hoe heet het, als die Achai Bersing kan bewijzen dat hij geen blaam treft. Maar ja, als BOVA kan bewijzen dat hij het aan het rechte eind geeft. Ja, perfect. Maar er was een apper die me vroeg van wie dat stukje terrein is. Ik heb gezegd, meneer Kensenhuis, hè, weet je, die overgelopen NPS'er die naar NDP ging. En zo, en ja. Toen begon het gedonder, mensen, met dingen. Het blijkt dat hij destijds dan allerlei malversaties heeft gepleegd. En ja, nu zie je dat er vele projecten van hem in een hele dubieuze rol zijn gekomen. Maar is dat toch, mensen, criminele minds. Ja, en nu komt het aan het licht, weet u. Ik ga u meenemen, dan moet u hier naar luisteren. Ja, dan. Kijk maar. Maar voorzitter, voordat ik afsluit, omdat het gebracht is in het kader van de bankwet, wens ik u toch een document te overhandigen over Bloumeer, ter aanvulling van het dossier, waarin staat de koop van het terrein op 2 juni 2011 tegen een bedrag van 10 miljoen. Hoor je, mensen, kijk, hij gaat een bewijs overleggen nu. Dat hele verhaal van BOVA aan dichter slaat. En je jeert het al. In 2011, als aan die serie. 2011, weet u. Je kent die periode, de losgeslagen bandeloosheid. 2010, Boutawin verkiezing. Laat die man om hem heen, man. De mij vervoeren, de mij doen van alles en dat soort dingen. Ja.
Grotori mensen, weet u. Ga maar luisteren. US Dagger. Waarbij op dat moment ondergetekende geen directeur was van DAVG. De heer Proeven was president, commissaris en de heer Wiener Budel was directeur. En de verkoper, de naam van Gator is genoemd, maar in dit document staat de heer Kensenhuis als verkoper, NBM. Ik wil dit Nou, hier, meneer Kensenhuis staat op dat document. En weet je wat hij doet? Hij draagt dit ding over aan de voorzitter van de Nationale Assemblee. Ja, kijk, dit is het. Jij nu als voorzitter moet gaan kijken en onderzoeken. Want er is een parlementariër die een misstand aan het licht brengt. En ga dat misstand maar onderzoeken. Document ter aanvulling van het dossier overhandigen, voorzitter. Zodat zaken in het juiste perspectief geplaatst worden. En voorzitter, ik ben ook ontzettend blij met het feit, en ik zie dat als ondersteuning, dat uw geachte lid BOVA de koop- en verkoopovereenkomst heeft bijgevoegd. Ik had in mijn eerder betoog, heb ik me geconcentreerd op de argumenten die gegolden hebben voor de centrale bank. Daarom heb ik een brief van de governor voorgelezen, voorzitter, met de argumenten en de voorwaarden. Ik ben niet ingegaan op andere documenten, omdat voor mij op dat moment de argumentatie belangrijk was. En ik heb bij herhaling een zin voorgelezen uit die brief dat de centrale bank gepersisteerd heeft. Maar voorzitter, uw geachte lid BOVA heeft het dossier verrijkt met de koop- en verkoopovereenkomst. Maar in zijn betoog gesuggereerd, misschien sterker nog, overigens in de koop- en verkoopovereenkomst komen diezelfde overwegingen zoals die in de brief staan die ik eerder gelezen heb, voorzitter. Maar heeft eerder gesuggereerd dat willens en wetens, terwijl we wisten dat de overeenkomst nietig was, het terrein verkocht is aan de centrale bank, voorzitter. Persoonlijk hou ik nog vast aan de verklaring van notaris Alexander. De overeenkomst is geconcipeerd door de juristen van de centrale bank. En overleg met ons natuurlijk. Want als wij het ergens niet mee eens waren, dan werd dat besproken. En dat de raad van commissarissen van de centrale bank in al die weken hiervan niet op de hoogte was, daar hebben ze weer geslapen, voorzitter. Maar ik wil wijzen op artikel 2, waarin een voorbehoud wordt gemaakt. En ik wil het voorlezen, voorzitter, heel kort. Het is geen lang artikel. Ja, kort ter afsluiting. Ja. Ik kom ertussen, mensen. Kijk, hij gaat iets zeggen. Er is een voorbehoud gemaakt. Ja. Is juridisch Latijn, hoor, mensen. Voorbehoud sanasanati. Onder voorbehoud van. Weet je, is een clausule die je opneemt in een contract. En ja, daar kan je beperkingen op leggen. Je kan dingen gaan clausuleren. Weet dat je, ja. Wat was dat voorbehoud? Goed opletten. Het hierboven omschreven onroerend goed is verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt. En nu komt het, voorzitter. Indien de resultaten van diverse onderzoekingen verricht met betrekking tot de titel van de grond, de bodemgesteldheid, de vegetatie en de kwaliteit van het water van het zich op het terrein bevindende meer anders blijken te zijn dan door de verkoper aangegeven, zal de koper gecompenseerd worden voor de eventuele geleden schade. Voorzitter, dit is een zeer belangrijk artikel in de overeenkomst waar ik u op attent wil maken. De overeenkomst heeft u al in uw bezit, dus dat hoef ik u niet over te dragen. Ik dank u wel, voorzitter. Goed. Ja, en dan heeft meneer Kensenhuis een probleem. Want ja, kijk, als dan moet je niet tegen. If you no gas koro, ga niet aan een tafel zitten met mensen
die weten hoe je een contract moet opstellen en die zichzelf veilig gaan stellen. Jokkies probleem. Maar ja, mensen, wie ben ik? Wie ben ik, Isabi? Het is jouw ambigeman in je eeuw, Isabi. Oké, dit is BOVA. Ik heb je gezegd, vreedzaam, surfen, BOVA, gespecialiseerd in Blauwmeer. Vreedzaam, gespecialiseerd in surfen. Ja, er is nog een ander, want ja, kijk, hoe meer je bijvoorbeeld kan aantonen dat er gefraudeerd wordt door deze regering, het blijft hangen, hè, mensen, Isabi, in de gemeenschap. Maar uiteindelijk zal, hoe heet dat ding, onderzoek moeten wijzen of het klopt of niet. Isabi, want je kan van alles komen lopen vertellen. Maar als je daarna niet kan bewijzen, je zit maar te beleiden met je mond. Isabi, toch mensen, ja. Je schiet er niks mee op. Er is een andere manier. Een apper heeft het inderdaad gezegd van, ja, kijk, hoeveel miljarden geleend en dat soort dingen. Ja, we moeten vreselijk oppassen of deze mensen die in het huidige kabinet zitten, de Surinaamse bevolking niet bedonderen en belazeren. Ja. En kijk nou. Als meneer Parmisser zijn taken serieus neemt en zegt, ik ben parlementariër, dit is me ter oren gekomen en ik deel het mee aan het publiek van Surinamers. Kijk hier wat Santokki, regering Santokki Bouterse doet. En ja, wees op je hoede, want dit ding gaat je nekken. Snap je? En ja, oké, goed, prima. Dan heb je je plicht gedaan hoor, als, parlementariër. Dan heb je de Surinaamse bevolking geïnformeerd. Geïnformeerd mensen. Je weet dat zo hoort het te gaan in een geordend samenleving. Maar als later bleek dat jij in het ongelijk wordt gesteld, het klopt niet wat je zegt, ja, je gaat voor een leugenaar uitgemaakt worden hoor, Isabi. Maar we gaan luisteren waar we het over hebben. Wat meneer Parmisser zo'n beetje aan het publiek kenbaar heeft gemaakt. Ik neem u mee mensen, ga maar luisteren. Afhankelijkheid van de bank hebben en dat soort zaken. Dan zijn een aantal zaken die we eerder aangehaald hebben. En nu een bijzondere aandacht vragen, voorzitter. Ik ga u zo documenten overhandigen dat we tegenkomen dat er een MOU getekend is en een garantie gegeven wordt voor 2 miljard aan Amerikaanse dollars aan een lening genomen zal worden, voorzitter. En het gaat zo, voorzitter. Er is op 10 januari 2021 een MOU getekend voor het lenen van 2 miljard Amerikaanse dollars. En daarvoor wordt op 7 januari 2021 een staatsgarantie voor 4 miljard gegeven. Die staatsgarantie wordt gegeven, getekend. Ik ook overhandig u zo de stukken. En het is zeer relevant tijdens de bankwet dat door te nemen. Voor 4 miljard een overgangsperiode, graceperiode van 5 jaar. Een rente toen afgedongen voor 0,5% en een looptijd van 20 jaar. Kortom berekend voor 4 miljard. Maar de lening op zich, ja, wat wij willen aangaan, dat is voor 2 miljard. En een looptijd van 20 jaar. Dan kom je op 4 miljard. En dan hebben we hier, voorzitter, te maken met een situatie van toen deze zaak behandelde over surfing en noem maar op. En dan vragen we ons af dat er aantal nog mogelijke relevante documenten zullen zijn aanvullend op dit dossier. Dat vragen we aan de regering, van u, voorzitter, dat alle aanvullende relevante documenten ons gestuurd worden, voorzitter.
We vragen of er een regeringsbesluit is genomen hiervoor. Of er een RVM's besluit is, maar daarnaast ook een regeringsbesluit. De minister van Financiën tekent hier de stukken namens de Centrale Bank van Suriname. En dat is op zich een grote vraag. Er is een ondertekeningsbonus hierin opgenomen van 120 miljoen Amerikaanse dollars, een commissie. En dan zal aangegeven worden naar welk bankrekening, et cetera, zal gaan. En dat willen we vragen naar wie het gaat, et cetera, de specificaties daarvan. Is er een due diligence studie gedaan, de afkomst van de mensen, de organisatie MAEC 87 SRL, daar willen we dan hebben, voorzitter. Wat is die organisatie? Er is heel opvallend dat zaken getekend worden, dat een bankrekening wordt gegeven van Surfin NV. En de bank is in New York gevestigd, aan de Liberty Street, New York, New York. Surfin NV, bij navraag, dat bestaat niet bij ons. In de boeken van KKF vanmorgen nog ben ik uittreksels gaan zoeken. Dat is er niet, voorzitter. Dus al met al komt het bij ons over dat er sprake is van een privélening, privérekening, maar dan met een staatsgarantie, voorzitter. Ja? We willen duidelijkheid hierover hebben, voorzitter. Ik overhandig u een memorandum of understanding. Ja, dat is, geef ik u hier, wat getekend is door minister van Financiën. Aan de andere kant getekend door meneer Angelo Montanari. En ik vraag nogmaals alle andere relevante stukken met betrekking tot deze memorandum of understanding. Ik heb hier overhandig u ook de Reading Willing Able voor die lening dat wij hier vanuit Suriname ook minister het hebben zien namens de bank van Centrale Bank, namens for and behalf of Bank of Suriname. Ik neem aan Bank of Suriname betekent Centrale Bank van Suriname tekent. Ja, en dat overhandig ik u stukken. Ik vraag u, voorzitter, ik overhandig u de stukken, dat de stukken bij u en de leden voor bestudering, een diepgaand onafhankelijk onderzoek. En ik heb al eerder gevraagd alle relevante documenten wat dit betreft ons te doen komen. En wanneer we dat doorgenomen hebben, is net als gisteren, wat we verwachten van de president, dat hij hier zo spoedig mogelijk op ingaat. Ja, ja mensen, dat was meneer Parmisser die aankomt zetten, weet u, met nog meer verdachte zaken die minister Achaibersing op zijn kerfstok heeft staan. En mensen, kijk nou, als het zo is, ja, dan moet meneer Achaibersing op de blaren zitten. Maar ik wil u een andere reactie niet onthouden, want ja, kijk nou, een andere oppositielid die heeft deze stukken ingezien. En weet je wat hij zegt? Ga maar luisteren wat hij zegt, ja? We gaan luisteren wat deze oppositielid zegt op de stukken die meneer Parmisser heeft overleg in het parlement. Ga maar luisteren. Vandaar dat we met uw toestemming willen vragen naar verduidelijking, voorzitter. Alvorens we daartoe overgaan. Het wordt nu gedeeld in het systeem. Pardon? Het wordt nu gedeeld in het systeem. Oh. Oké. Okay. We gaan luisteren naar zijn reactie, mensen. Oké. Okay. Wat ik zou willen zeggen, het lid Parmisser heeft tijdens een spreekbeurt wat informatie met ons gedeeld. En ik heb ook gevraagd naar die documenten en ik heb ze gehad. Maar voorzitter, om te voorkomen dat zaken hun eigen leven gaan leiden, lijkt het me goed dat wij als parlement van de regering te vernemen krijgen, voorzitter, in hoeverre we hier te maken hebben
met authentieke stukken, voorzitter. Wat is de waarheidsgehalte van deze stukken, voorzitter? Dat is wat ik over deze case zou willen zeggen. Ja, daar heb je het al. Ja, kijk, ik vind dit ding veel voorzichtiger voordat je grote uitspraken gaat doen. Kijk, net als die boven. Rigeri manade sanati. Ja. Maar je moet niet. Hij wekt de schijn op als zou Assyria Suriname benadeeld hebben en dat die 20 miljoen hebben ontvangen. Maar je hoort het toch, het is niet Assyria die 20 miljoen heeft ontvangen. Assyria heeft dat ding teruggedraaid en Bouterse ziet het als gouden kans om dat 100 miljoen dat aan kassareserve is weggeroofd aan te kunnen vullen weer met 20 miljoen. Dus ja, we draaien het om. De staat Suriname heeft het gehad. Maar als hij over andere documenten beslist, want hij wil hier de schijn doen laten opwekken van ja nee, kijk, deze minister is nu aan de macht. Destijds, apai 20 miljoen, no, van in de aan de macht, amma pura money bagada, amma put in zakken. Ja. Meneer Parmisser komt, ja, bijna miljarden, en er is 120 miljoen aan bonus betaald. 120 miljoen mensen bonus. Zelf, biggie, biggie. Van mijn TGS en CEO's van grote bedrijven, die man van KLM zelf hier. Heeft niet zo'n grote bonus gehad. Maar in Suriname blijkt het zo te zijn. Maar ik vind dit een voorzichtige benadering van meneer Asabina. Kouluku of Asani. Naar authentieke stukken. Dus hij twijfelt eraan. Ja, maar dat is een heel voorzichtige benadering. En ja. Want kijk nou, wanneer blijkt, je ziet wat er gebeurt in Suriname toch. Die man die zegt, tang, vali aan en zo. En dat, ze maken je ongeloofwaardig. Want waarom mensen, kijk nou, ik moet eerlijk toegeven, Isabi, en ja, ik ben hier weer voorzichtig mee, omdat Isabi toch, ga je weer zien, VHP en alles. Die zwakkelingen onder ons, die gaan dat ding trekken naar NDP, VHP. Het gaat niet daarom. Je moet kijken naar de stukken die voor je liggen. Ja, daar moet je naar kijken. Eén van ze is goed. Authenticiteit. Eén, als dat is nou een origineel stuk, zang mop of dat. Look eens aan boven hij doet. Toepad draai, een minister kan een briefie met een hele andere inhoud. Dus ja, je weet niet wie er zit te liegen. En de boel zit te belazeren daar. En ja, bij deze mensen, sommige mensen en mensen, welkom in mijn wereld. Ja. De waarheid ligt op het kerkhof. Ik zeg je dat. Het gaat hun niet om de waarheid. Het gaat erom, Tagia, wij moeten mensen gewoon zodanig in een kwaad daglicht stellen. En ja, waarheid naast aan dat ja, is niet noodzakelijk. Totaal niet. We dan bombarderen ze zo. Ja. En dan gaan ze moeten komen tegenspreken. Ja, dan beginnen we weer opnieuw met de andere. Isabi. Dus ja. Ik zeg je, er moet onderzoek komen. En als de minister fout is, moet die minister bestraft worden. Maar je moet ook aan de andere kant kijken. Als mensen doelbewust zaken verdraaien, ja, bedriegen en bedonderen, dan moet jij, dan heb je als parlement ook het recht en zelf de plicht om deze mensen aan te spreken. En ja, in om te contemiteren, ja, van de karing, vrijheid van meningsuiting, nee, dit is het belasteren. Eén van deze mensen zit de boel te bedonderen. Ja, het kan allebei kanten op. Allebei kanten. Ja. Laten we er goed naar kijken. En laten we daar. Ja. Ja. Een weloverwogen beslissing nemen. Voordat we de zaken gaan zetten. Ik ga u meenemen. Kijk nou. Ik heb u gezegd dat deze mensen van de oppositie.
niet anders kunnen dan die ministers die een prominente rol hebben in dit kabinet, weet u, aan te vallen. Want if they stone for two, ze hebben die steunpilaren waar dit kabinet op rust. Als je die wegslaat, dan weet je dat het, deze kabinet gaat vallen. Snap je? Ik ga u meenemen. We gaan luisteren, mensen. Zet je schrap. Bundeling van deskundigheid met maximum 6 maanden om het uit te voeren. En het werkt, meneer voorzitter. Wat is de... Even wachten hoor, mensen. Ik ben een beetje... Ja, maar we gaan luisteren, want deze man gaat jou iets vertellen over die constante aanvallen van deze oppositieleden. En kijk, het is een werk hoor, mensen. Laat ze je aanvallen. Maar wel ik werk verstoren telkens wanneer de zaken naar voren komen. Vooral dat gedoe over surfen. Weet je, kijk, Belfort, mang niet mang. Zeg ik je eerlijk, met Belfort. Ja, heeft Belfort niet wat mannelijk UNO, die, waarvan wij ook juridische kennis hebben, dan weet je dat Belfort visie of wat dan. De akte is nietig. Akte is nietig, ja, maar overal, elke akte is nietig, ja. Dat je niet wat man, zijn abi verstaan ook toe, en dan gaat hij jou aanspreken en zeggen, weet je, ik ga niet zeggen dat ik het was, maar ik heb wel mijn mening erover gegeven. Als jij loopt te beweren dat je bent zo geweldig, je bent jurist en je hebt gestudeerd, je bent meester in de rechten, al dat soort, dan moet je toch weten dat een akte waar je je op baseert, dat dat akte nietig is. In de wet staat duidelijk geschreven dat je hebt geen akte nodig om nieuw surfen op te richten. Dus je hebt iets niet nodig. Ja, en je doet ik of Oabasan van Odo, en die Oabasan van Odo is een nietig aan de boom. Is een vroomkvaarlijk, Isabe. Ik denk dat boom voor brokken in de Timoni. Maar ik zeg je één ding. Een NV opgericht door de staat behoeft niet te worden opgericht door middel van een notariële akte. Ik zeg je dat. Als jij als burger van Suriname een NV wil openen, dan ben je verplicht om naar een notaris te gaan om een notariële akte op te maken met allerlei statutes en dat soort dingen van, om die NV te kunnen oprichten. Bij de staat Suriname, die hoeft een NV niet op te richten door middel van tussenkomst van een notaris. Dat hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet, Isabé. Mensen, dat is Belfort met dat ding van surfer. Ik heb u gezegd, je ziet een scheiding in het parlement. Vreedzaam, die is gespecialiseerd in aanvallen met surfen. Bova is gespecialiseerd in aanvallen met betrekking tot Blauwmeer. Ja? En ja, laat ze doen. Laat ze doen, mensen. Wie zijn wij? Zij wonen uiteindelijk daar. Als zij... documenten, over documenten beschikken om te laten zien dat de VHP aan het oplichten is. Het is hun plicht om naar voren te komen, naar buiten, en dit soort zaken kenbaar te maken aan de gemeenschap. Als je het niet hebt, ja, je kwebbels of zo, weet je, dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. We gaan luisteren naar deze meneer. Even kijken hoor. Meneer voorzitter, ik luister naar de zaal en over kwestie Blauwmeer heeft de minister uitvoerig informatie gegeven. Meneer voorzitter, vorige keer sprak ik uw graag college ook vanuit deze plaats, meneer voorzitter. En ik heb toen benadrukt dat er wetten zijn in ons land. En één artikel die geeft aan de bevoegdheid voor het doen van aangifte als je kennis draagt van strafbare feiten. Hoor je daar wat hij zegt?
Er zijn wetten in ons land. If you sabi, taki, er een strafbare feit heeft plaatsgevonden, ja, dan ben je bevoegd om daarvan aangifte te doen. Strafbare feiten, mensen, wordt onderverdeeld. Hè, misdrijven, overtredingen en alles dat is dat maar goed, zowel een overtreding die je hebt begaan, of een misdrijf, een zwaardere straf, jij bent bevoegd om dat te doen. Denk aan dat eerste ding wat ik je vertelde over dat naïviteit van dat snothaapje, van die kleine snothaapje, die een moord bekent en die niet beseft en dat benul heeft, dat hij zo'n programmamaker, die dat besef ook niet heeft. Want de bijtractorie, ja maar, hij lokt elkaar uit en ja, trouwens, Gitori man. En tussen nu zijn lippen door, bekend die man een moord. En ja, nu heb je twee mensen die kennis dragen van een strafbaar feit. En ja, je bent verplicht om dat te gaan melden, weet je, bij de autoriteiten. En als je dat nalaat, ja, mosarik valt, weet je, want dat behoor je niet te doen. Dan is het vragen om problemen, is dat weet. Dit is in het kader van BOVA, ja, en in het kader van mevrouw Vreedzaam, dat hij dit zegt, waarbij hij ze aanspoort om aangifte te doen. Maar dat je kiezen aan bakken, ja. Ja, maar ja, de PG is VHP, is dat weet. Ja, maar Migado zei wanneer dan, Isabi, ik heb je net verteld dat je ook buiten Suriname om kan gaan naar het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mensen. Weet je, we luisteren weer. En Surinamers, no vergeet dat aan die if you sabi, tak wan mankier, want trouw voor, want dit is een strafbare feit. Dan gaan ze aan dat, en hoor je me voor, je kon een probleem, je kon een probleem, ja, we gaan luisteren. Meneer voorzitter, ik luister naar de zaal, en over kwestie Blauwmeer, heeft de minister uitvoerig informatie gegeven. Meneer voorzitter, vorige keer sprak ik uw graag college ook vanuit deze plaats, meneer voorzitter. En ik heb toen benadrukt dat er wetten zijn in ons land. En één artikel die geeft aan de bevoegdheid voor het doen van aangifte als je kennis draagt van strafbare feiten. Maar er is weer een ander artikel dat aangeeft als je behoort tot een bepaalde kwaliteit, categorie van functionarissen, dan bent u verplicht aangifte te doen, anders pleegt u plichtsverzuim. En nalatigheid. En dat zijn zeker leden van uw graag college, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik vraag aan ieder, ook voor wat betreft de kwestie van Blauwmeer, zoals gepresenteerd door de minister, helder, uitgebreid, dat als men vindt dat die zaak niet afdoende is aangepakt, of niet afdoende is opgelost, en of vindt dat er strafbare feiten gepleegd zijn, dan nodig hen uit conform hun verantwoordelijkheid en plichtsbesef te handelen. Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. Conform hun plichtsbesef. Je weet wat hij bedoelt, hoor. Dan moet jij strafrechtelijke stappen gaan ondernemen tegen meneer Achaibar Singh. Dat moet je gaan doen. Maar het heeft consequenties. Want als je het niet kan bewijzen. Ja, mensen. Dan heb je een probleem, want dan heb je een belaster. Dat is je noemt vrede. Als je sterk staat en je hebt goede bewijzen en al dat soort dingen. Je kent dat ding van meneer Belfort. Look at ya. Joggie, 68.000 hectare grond. Surinamers, no play. In Suriname lopen er veel mensen rond met criminele gedachten, mensen. Criminele gedachten. Isabi, hij gaat je nog een stukje vertellen van waarom deze mensen alleen maar bla 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 in het parlement, maar niet durven de stap te ondernemen naar
het Openbaar Ministerie. Omdat wanneer blijkt dat jij geen authentieke stukken hebt, daarom je Siwa Malik Asabina koni Moroma Malik Parmisser. Hij komt, hij behandelt dat nee, als zijn ja, zijn authentieke stukken. Die andere die twijfelt nog en zegt, oké, luister, eerst dat bepalen, zijn het authentieke stukken, want ja, is op de Facebook jorkat al. De man, hij print alles uit en ik wil los aan, put in dat Facebook. En ja, we trappen erin. En dan ga je. Weet u, en ja, wat dat betreft, mijn petje af voor meneer Asabina. Isabi Taki, hij is een parlementariër. Maar hij gaat het op een juridisch correcte, juiste manier onderzoeken. En Bradjari Lekatrawa. Ja, nee, goed. Lek Belfort. 68.000. En later Yogi Gwa Krutu. Rechter veroordeling. Hij moet het rectificeren. Ja. Is toch schande? Anosheng. Isabi. We gaan luisteren, mensen dan. We horen heel vaak en vandaag weer. Laatste keer ook, meneer voorzitter, dat je niks hoort en dat de regering zwijgt over verschillende corruptiezaken, meneer voorzitter. En toen heb ik ook gezegd van, weet wat u zegt en weet wat uw oogmerk is. Maar als uw oogmerk een zuivere is, dan waarderen we dat. Maar als uw oogmerk één is van polarisatie, van stemmingmakerij en misleiding, dan moeten we dat afkeuren, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, leden van uw graag college, met name de oppositie, die zijn gegaan naar de procureur-generaal. En ze hebben ook brieven geschreven om te vragen naar verschillende zaken die zij hebben aangegeven of zaken die daar in onderzoek zijn, meneer de voorzitter. En ze hebben antwoord gehad van de procureur-generaal. Ze hebben schriftelijk antwoord gehad van de procureur-generaal. En ze weten wat daarin staat, meneer de voorzitter. En desondanks komen ze ermee van wat er met die zaak gebeurt. En met die zaak gebeurt, zo hebben ze schriftelijk antwoord gehad dat Kees Surfen heeft de procureur-generaal de vorige aangegeven dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Dat antwoord hebben ze, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, zo is er een vraag gesteld geworden, want ik heb een kopie gehad. Ik heb een kopie gehad van het antwoord van de PG naar hun, meneer de voorzitter. Als zij niet aan u geven, dan ga ik het aan u geven, meneer de voorzitter. Want ze hebben dan bepaalde reden waarom ze dat niet geven aan u, meneer de voorzitter. Oké, we zullen een andere keer dat reden aan u voorleggen, ja. Maar mensen, ik ga naar mijn appje even weer. Want we gaan al na 16:30. Het is al over 16:30. Even kijken. Kensehuis, zijn naam is genoemd. Waarom reageert hij dan niet? Ja? Meneer Kensehuis heeft iets gedaan dat niet door de beugel kan, mensen. Isabi, ino kan gozer wa mangrong. Ja, agrong an of you gozeri. Maar toch is er een. Dei me kimoni an yameng an dringi, Isabi. Nanga de sandati, agogo du trasak nanga moni. Ja. En blijkt dat, ja, dat... Samim tegen mensen, kijk nou, Isabi. Deze mensen dachten dat ze konden brieken maken wat ze wilden. Destijds, ja. En in moet vergeten. Het besluit om deze deal terug te draaien is genomen bij, in 2017 al. Tijdens Bouterse regering. Want mensen gingen naar de rechtbank, naar de Sanitak, ja. Meneer Kensehuis heeft iets gedaan dat niet door de beugel kan. Weet u. Er zijn grote projecten van hem. Die op losse groeven is komen te staan. Omdat ja, fraude mensen. Weet je, met grond. Want ja, kijk nou bij NDP. Ibo takitak abop hè. De meitabusi, de sandati, dat is recht van het sterkste geld. Maar je ziet, NDP'ers, de man dat het afvoto. Maar daar geldt ook het recht van het sterkste. Toch ja, weet ik gewoon aan of uno. Even ik ben goed, ik was aan niet. Zijn aflantie, de man op bewaar niet, dat is veel plezier. In god, ik was aan niet, zijn voelantrasma. Dan pas aan mij veel plezier. Ja, kijk maar naar dat ding van Talia. Ja,
zijn gewoon mensen van de NDP die dit soort dingen gedaan hebben. Weet u? Ja, poering. Dan ben ik het aan dat bij. If you got man, want dat domein grond. Maar nog niet, nog niet. En die veel plezier. Het doet hem niks. Dus Cancer Huis gaat niet reageren, mensen. Want ja, kijk. Als jij zoiets doet en de titel van dat grond, we karas aan dat titel, hè, je moet eigenaar zijn, hè, weet je, van dat grond, dan mag je het verkopen. Het is de eigenaar die bij uitsluiting bevoegd is om, hoe heet het, ja, dat is zijn eigendom te vervreemden of te bezwaren. Vervreemden, verkopen, bezwaren. Tegen een hypotheek neemt dat boel. Maar ja, als blijkt dat je geen eigenaar bent, maar je hebt je laten voordoen als eigenaar, ja, mensen, dan is het in strijd met een hoop regels, hoor. Laat me je eerlijk zeggen. Weet u. Dus daarom gaat meneer Kensenhuis niet reageren, want dit is ook een stapje erbovenop, een schepje erbovenop doen om te laten zien van ja, dat meneer Kensenhuis niet zo kosher was. Weet u. Even kijken hoor, de heer Sien. Van wie is Bluimeer eigenlijk? Ja, meneer Kensenhuis heeft het destijds verkocht aan Parnasco. Ja, en Parnasco is een onderdeel geweest van Assyria. Van de staat Suriname of van de Billington maatschappij. Waarom deze vraag? Omdat de Billington maatschappij daar bauxiet won, behoort het dat hele Blauwe Meer niet aan de Billington. Nee. En van wie heeft de heer Kensenhuis dat terrein gekocht? Vriend verhaal hoor. Hier zie ik. Carmelita. Drap en mij geboren en mijn Libi. Tim Kombigi. Ja, kijk. Deze gronden. Volgende week, hou me eraan. Volgende week ga ik jou wat laten beluisteren. Als jij ziet hoeveel gronden zijn overgedragen aan de staat Suriname door Alcoa, via Suralco, je schrik je lam. Maar al deze gronden zijn verdeeld. Kensenhuis heeft beloofd dat hier in Bouta met Gwilibi NPS, met KU, wat krijg ik ervoor terug? Ja. Ja. Zo ging het. Meneer Hooghart bij de NPS. Aman Gwikmopo. Hij bouwt daar met Kosteunio. Samenkisi. Zo werkt het, mensen. Isabi. Sapoen en Chieten. Minaftegi. Zo werkt het. We gaan het hebben volgende week over die terugroepwet. Weet u. Dan gaan we een paar van dit soort overlopers bekijken. Weet u. Die dan ze intrede doen bij de NDP. Maar het is niet voor niets. En of zo zo. Want in de KNDP, dan kan meneer Kensenhuis allerlei malversaties plegen. Want ja, Bouta nou, ja ging. Maar ja, het brengt wel een smet op de naam van de NDP. En als je dat wil doen, ja, ga je gang. Maar later, daar staan nog wakker halen in, ja. Mensen, dan moet je ook mans genoeg zijn om, hoe heet het, je troep te komen opruimen, Isabi. En want look nou, de man zang bij grond, bij san in de san. Die worden hiermee geconfronteerd met de malversaties van dit soort mensen. Look nou, maar ik hooghart om me niet te klagen daarover. Maar mensen, dat is een andere show. We gaan kijken, time will tell, weet je, en dat soort dingen. En, laat me je eerlijk zeggen, ik ben begonnen door je te vertellen over criminele gedachtegang van de Surinamers, Isabi. En vooral met name van die van in Suriname woonachtig zijn en die allerlei misdaden, mis- en wandaden plegen, daar een beetje geld aan overhouden, dat mijn vrouw Sikonja Kontang, weet u, ik hoop dat ze allemaal aangepakt worden hier zo, weet u. En ja, ik heb u een paar voorbeelden laten beluisteren van die oude militair die dan opgepakt is. Nee, Ejimofo Kiering. Isaboy die zegt van toki. Ejimofo straf het, hè. Tekluku. Daar is hij voor bargain over een pa. En ja, een panoman doe niks keer. You can fing, Isabi. Tussen Nikeri en Albina is die man
koning, keizer, admiraal, amankang, orga, alasangi dabe. Maar zie die zee, Noordzee, geen, je denkt dat je amangraba telefoon, dat je wil hem, lusa boyara, isabito. Ik wens hem veel geluk, weet je, want ja zo, de mij loering vallen. En dan boy die zee, hij is zo naïef, isabi, het is maar een snotaapje, hij is nog nat achter zijn oren. En hij beseft niet waarmee hij bezig is. Maar ja, sommige mensen, ja, in de kanjepie. Ik heb je verteld over die jongen Delano, 22 jaar. Als je een beetje man vindt dat je mag kirisma. Ja, nee, dan moet ik klagen. Het is pijnlijk om te zien dat iemand nog in zo'n prille begin van zijn leven staat. En het, hij gaat nooit de kans krijgen om te laten zien wie hij is. Nee. En ook zing. Tot zijn dood gaat hij gestraft worden. Alla deed hij wiki, jongen, mi wanga foto jongen. Oh ja, mi namag. Zei de, ja. Mikir Peter R. de Vries, daarom misdonja. Hele leven lang. Ja, 22 jaar. Ook zo'n kleine snotta. Die dacht dat hij geweldig deed. Maar nog nat achter de oren is. Niet beseffen, niet. Weet je toch, mensen? Voor mij als ouder is het heel triest om naar ze te kijken. Snap je? Ja. Maar het is niet anders, mensen. Isabi, als je vindt dat je een biggie man en je weet het beter en je kan dingen doen, ja, ga je gang. Ik heb je laten beluisteren in de Tweede Kamer. Dat mensen hier vriendelijk last mee hebben. En, laat me je eerlijk zeggen, Surinamers die hier zo woonachtig zijn, die hebben ook hier last van, hoor, Isabi. Want ja, je weet toch, je wordt over één kam gescheerd met betrekking tot dit soort onzin. Ja, ik heb u gezegd, er is de bankwet wordt behandeld in Suriname en dat soort dingen. Ja. Even tussendoor, want volgens mij gaan naar bankwet. Ik heb je ook laten beluisteren over artsen, hoe ze je behandelen in gezondheidszorg in Suriname. Jong, je hebt een arts nodig, aan mij tikkie op. Maar ja, die man vindt dat je 3 weken lang moet wachten, want in die tussentijd gaat hij met vakantie. Dan mag je 3 weken dat we met hier. Dat zou je pie, Isabi, mijn kan klagen. Je hebt dan lekker, ja, 3 weken. En dan gaan we op je letten. Maar ja, je hebt dat niet nodig. Niemand hoeft op je te letten. Je hebt iemand nodig om je te opereren. Ja. Nee, maar dat gaat niet. Baka drie weken komt terug. Als hij. Dan dacht ik, jongen, hé. Hey, ik kan jou niet opereren, want ja. Moest je niet gaan als chirurg, maar ik kan maar dat gokoti. Oké, chirurg, ik kon je. Dus ik dacht, ja, sorry. In die 3 weken is alles uitgezaaid, verder uitgezaaid. Het hele lichaam is een hele moeilijke operatie. Ik ga me er niet aan wagen. Ja. Dit soort dingen krijg je in Suriname. En ja, dan loopt meneer Amsat Abdul te schreeuwen. Het is crimineel handelen, dit, dat. Ja, maar het is zo. Weet je. Mevrouw, zijn kansen zijn haar ontnomen. Is net als, ja, mijn bouwelingen aanvingen. Of voor mijn komen, dat die malingen, ja. Mijn ring is me ontnomen. Ja. Weet je, mijn kans op geluk, want mijn bouwelingen voor op om je je. Op om je je. Daarom mijn bouwelingen. Maar nou, mijn komen voor ring. Zaken worden je ontnomen. Dit ook. Ja. De gezondheidssituatie van deze mevrouw is haar ontnomen. De gezondheidssituatie is door het vertrek en het nalaten hulp te bieden aan deze mevrouw verslechterd. Helemaal verslechterd. Maar ja, in Suriname zijn sommige mensen de man gado, heer en meester. En ja, wat ga je doen? Je kan doen niks, weet je. Ik heb jou laten beluisteren, dat ding van boven. Ja, mensen. Op den duur gaat het vervelen, voor mij hoor, althans, dat je jong kijk, er komt geen klaarheid in. Maar de NDP'ers die weten, want de Itzabi, als aan die zee, want ja, een Duitse, Goebbels naar Goering, mijn brina, had het altijd gezegd, is je aan lee, je moet het telkens herhalen. Wie is naar lee op de duur de mobbriewing? Weet je, dat is de standpunt van de NDP die ze aanhouden.
wiens asan notru na de sanati en PG gi brief ik sa aman is isan toki etak is dat ja maar die mannen hebben je toch geschreven, ze hebben onderzoek gedaan. En als je het niet eens bent met dat onderzoek, moet je verder gaan, toch strafrechtelijke stappen te ondernemen. Maar het bleef uit, want het is sabi dat ik het momenteel doe dat hij. En ja, het blijkt niet zo te zijn. Ja, mensen hebben een probleem. Dat is nou draait ik uno, dat klap uno. Isabi, ik wil proberen de Agaibersing te klappen, Ramdien te klappen, al die mensen. Maar ja, nou was aan draai, dat is een klap uno. Mensen, het is Suriname, mensen. Het is Suriname. Isabi, pref alles mas pa anu gogo bawa kondri op. Ugo verander, ugo du, u sani, lek zou moest doen. Nee. We afrontu srefi. We doen lodondo sani. En da bakatev dati. Da we grava konkrutte. We nakwan djengjeng go in bel programma. En dan we go, kreeu noutu. En laat me hopen dat te kreeu noutu. En ook kreeu noutu na dader. Want ja, dat is het onda. Ik gniffel in la vie, Isabi. Terwijl juist doen in noutu. Ik wens jullie een hele prettige zondag verder. Het is vandaag nog steeds 12 juni 2022. Ik ga afzwaaien en ik ga jullie bedanken voor al jullie apps. En ik krijg nog één. Even kijken hoor. Eerst zien. Ze vragen niet naar die ring. Ze hakken je vinger eraf om de ringen te nemen. Maar dan kijk nou. Dan hebben ze mijn vinger ook ontnomen. Weet u. Nee, mensen. Het is beeldspraak, ja, Isabi. Maar het mag niet, mensen, Isabi. We mogen niet zo met elkaar omgaan. En daarom zeg ik, als je academicus bent, gedraag je als hoe academici zich gedragen. En laten we een voorbeeld stellen naar de Surinaamse bevolking, Isabi. Koutron jaja kankang man. Nanga bis uma. Laten we de wereld zien. Dat is de Suriname die ik ken, door mensen. Tot vlak voor de onafhankelijkheid. Weet je, we waren een hele trotse bevolking. Tot dat rommel van die onafhankelijkheid. Dat ons heeft verdeeld. Dat ons verscheurd heeft. Weet je, maar daarvoor zeg ik je. Suriname was een prachtig land. Met heel veel respect voor de Surinaamse bevolking. We hadden onze dingen. Weet je, dat gebakken lei, Pengel, Latsman en dat soort dingen. Maar dat was op politiek niveau. Maar dat respect was er voor ons. En dan niet alleen tussen Albina en Nikeri, maar in het hele Caribisch gebied en in Nederland had men respect voor jou. Als je naar Nederland kwam, kon je rechtop staan en tegen die Hollanders zeggen, jongen, maar ze naar mij heren. Ik moet op jou. Maar je ziet dat aan rommel voor Aaron en Abruma. De schaamte die over ons ging. Want die bagrabe la vita, ze naar mij door. Hoe kan je trappen in dat ding van Den Uyl? Ja. Het is daarna nooit meer goed gekomen, mensen. Maar het is 16.55. Dat wil zeggen 5 voor 5. Zondag 12 juni 2022. We kappen ermee, mensen. En ik zwaai af. En ik zie jullie aanstaande. Volgende week zondag weer. Dan gaan we weer zitten bakkeleien met elkaar. Ik zwaai af, mensen. Tot volgende week zondag. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.